Ja toch, ze noemen je Guinea Good Vibes, maar het was niet altijd Good Vibes voor jou. Ik heb toen uh, mijn zus verloren aan uh, kanker. En in een hele korte tijd. En mijn wereld stortte gewoon in. En ik heb me gewoon drie jaar binnen opgesloten. Die mensen, die skippen jou gewoon. Als je meer dan een paar keer ziek bent, je bent enigszins donkere daar. Noem maar op, etch. ik had daar niet eens hoeven zitten eigenlijk. Dus je moest jezelf blijven bewijzen. Dus ja, al die druk zeg maar. Ja. Ja, bam, één dag ging ik gewoon neer. Ik had ook een beetje een afkeer naar de mensen die dat deden. Weet je wel? Van, hé, hey, je maakt één keer money. en je splash gelijk de hele PC-hoofdstraat leeg. Je wordt een hele andere guy. Ja. Je gaat opeens anders wakker. Ja. Um, ik ben daar nooit van geweest. Plus, ja, ik heb een drugsdealer verleden. En number one rule bij ons was gewoon: hé, hey, loop niet te koop met wat je hebt. Wat hoopt je in e-commerce te vinden wat je niet vond bij je droombaan daarvoor? Die vrijheid, man. En toen heb ik wel in één dag gewoon 83 doesoe gemaakt. Hier heb ik meer dan een thee mee geslagen, man. Met trots gewoon. Wat? Wat is dit? Ja, dit is hem, man. Dit is toilet, Hey, what up? It's game, man. Nando Leaks. Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? TJ Charlie. Hey, what's up, everybody? This is J Palby. Nando Leaks, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I am, I Nando Leaks. Real dog. Yeah, what's up, je your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper, It keeper, Keep it Bangin'. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk, je weet het. De podcast is all about motivation. Ik heb heel veel interviews gedaan in mijn leven. Ik zit al twintig jaar in het vak als radio-dj, voice-over, ik doe er al. Maar dit heb ik opgezet puur voor die motivation. Ik wil graag dat mensen ook leren van andere mensen. Want je ziet vaak het succes, maar je weet niet wat achter het succes zit. Waar komt iemand vandaan? Je ziet een mooie auto, je ziet het geld. Maar wat heeft die persoon moeten doorstaan om daar te komen? Dat soort dingen krijg je alleen maar hier in Real Talk te horen. Dus mocht je het kanaal tof vinden en denken... Hé, hey, ik ben geïnteresseerd! Like, subscribe, abonneer. Het is niet zo moeilijk, het kost je niks. Maar als je het klikt, dan vindt het algoritme leuk. Het is een computer die denkt... Oh, oh, deze mensen vinden het leuk. Dus, wil het kanaal supporten? Support the movement. Vandaag in de beelden een man die echt al jaren bezig is... Ze noemen hem Gilly Good vibes. Maar er was een tijd dat hij depressief was. Hoe is hij nou depressief geweest? Hoe is hij daarin terechtgekomen en hoe is het uiteindelijk positief geworden? De man zet miljoenen om. En dan moet je je voorstellen dat hij jaren geleden echt aan het struggelen was. Hij is ook verslaafd geweest aan wiet roken. Hij dronk de hele tijd. Hij is 80 dagen clean. We gaan hem zo meteen feliciteren. Sommigen noemen hem Mr. E-Commerce. Maar hij is zoveel meer dan alleen dat. En wat hij allemaal is, dat gaan we vandaag ontdekken. Right here. Je weet toch, real talk. Gilly Good Vibes, welkom. Dankjewel, man, dankjewel. Blijf het weer Ja, toch, ze noemen je Gilly Good Vibes, maar het was niet altijd Good Vibes voor jou. Zeker niet altijd zo geweest. Was dat een periode dat je depressief was? Ja. Wanneer was dat? 2015 tot 2018 wel, drie okay. jaar ongeveer. En hoe leefde je in 2015, 2016, 2017? Wat, wat gebeurde toen in je leven? Ik heb toen uh, mijn zus verloren. Aan uh, kanker. En in een hele korte tijd. En mijn wereld stortte gewoon in. En ik heb me gewoon drie jaar binnen opgesloten. Niet scheren. Niet naar buiten. Geen gordijnen open. Niks. Gewoon in mezelf. Wauw. Hoe close waren jullie? We waren wel close. Ja, ja. We hadden een hele goede band. Ja. En, en, en weet je, de dood is iets wat ze zeggen, het hoort bij het leven. Het is ook zo. Maar toch, wanneer het komt, is het, voelt het zo oneerlijk. Zeker weten, zeker weten. Vooral bij kanker, vooral bij iemand op jonge leeftijd. Mijn zus was 30. Ja. Dus ja, ik was 22 of 23. Ze was zeven jaar ouder en, uh, ja, dan mij. En ja, dan hit het je wel natuurlijk super hard, super oneerlijk. Het hele proces aan vooraf gegaan. We dachten ja. dat ze beter zou worden en zo. Dus ja, dat hit je gewoon koude hard. En als iemand aan, of als iemand überhaupt overleedt. en als iemand aan kanker overlijdt, dan overlijdt niet alleen diegene, maar. De rest eromheen, je ouders, de kinderen van mijn zus, noem maar op. Je ziet iedereen zo lijden dat je niet alleen haar kwijt bent, maar ook gewoon heel veel andere mensen, weet ja. je. En hoe heb je dat, want hoe ging het daarmee om? Want je zegt, je hebt op een gegeven moment jezelf jarenlang niet meer verzorgd, je hebt jezelf opgesloten. Hoe ziet zo'n wereld eruit? Betekent het dat je dus niet meer uitgaat? Betekende dat je dus ja, eigenlijk scheidt hebt aan het leven of zo? Ja, ja ik, ben, ik ben gewoon gestopt met leven. Um, zes maanden nadat mijn zus overleed, is mijn ex ook bij me weggegaan. Toen was mijn kleine ook zes maanden. Dus mijn kleine was net geboren toen mijn zus overleed. Wow. Dus ja, dat waren nog meer klappen op nog meer klappen. Dus je gaat in een slachtofferrol, weet je. Ik ben mijn zus kwijt. Ik ben mijn vrouwtje kwijt. Ik zie mijn kind niet meer. Um, dus ja, je gaat gewoon in een hele erge slachtofferrol. Ik dronk bijna een liter Hennessy per dag. Ik smokte vijf gram wiet, as per dag. En dat was gewoon wat ik deed. Alleen, ik bleef doorwerken ook. Ik, had net, ik zat net in mijn proeftijd van mijn nieuwe baan... dat mijn carrière zou worden. Dus de druk was ook hoog om niet ziek te melden. Om te blijven gaan. Weet je, ik bezocht mijn zus zeg maar tussen pauzes. Of ik ging halve dagen werken. Om toch nog die baan te behouden. En toch nog naar mijn zus te gaan. En um, ja, je probeert gewoon alles te laten lukken. je bent een man. En je hebt ego. Je denkt van, ik ga niet ziek thuis zitten. Weet je, ik moet gewoon door. Er moet gewoon geld binnenkomen. Dus ja, ik bleef gewoon heel lang doorwerken. Ik bleef gewoon heel lang doen alsof er niks aan de hand was. Ik had ook echt een toxic fase dat ik wel uitging, dat ik wel ging daten, dat ik wel dingen ging doen. Maar dat was gewoon fake happiness, weet je? Dat was gewoon fake shit. Ja. En na een tijdje ja, begon ik last van mijn hart te krijgen, dacht ik. Ik kreeg steken, ik kreeg bonken en uh, ja. dacht van hé, hey, dit is niet goed. En één dag stortte ik gewoon helemaal in in mijn woonkamer. Ik dacht van klaar, dit is het, weet je? Dan gewoon, nu ga ik. En dat was dus een heavy paniekaanval of zo. Wat gewoon hoort bij het depressief zijn. Dat hoort bij het doorgaan. hoort bij een burn-out. Uh, je moet jezelf gewoon tijd geven om te helen. Om alles te laten ja. verwerken. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Want ik zat in die proeftijd. En ja, die mensen die skippen jou gewoon. Als je meer dan een paar keer ziek bent. Je bent enigszins donkere daar. Noem maar op. Weet je. Ik had daar niet eens hoeven zitten eigenlijk. Dus je moest jezelf blijven bewijzen. Dus ja, al die druk zeg maar. Ja, ja bam. Eén dag ging ik gewoon neer. En toen heb ik echt uh, gezegd van oké, okay, als ik nu niks doe, dan, dan gaat het ook niet goed komen. Ik heb nog mijn ouders, ik heb haar kinderen, ik heb mijn kind. Ik moet echt nu iets gaan doen. En toen heb ik gewoon aangegeven van yo, I'm done. Um, bij ja, wie ben je werkgever, zei ik ben klaar. Ja, ik zei gewoon van ik kan niet meer, weet je wel. En um, toen hebben ze me bij de Arbo aangemeld. En bij de psycholoog en de psychiater en al die shit. Dan ga je die traject in. Ja. Maar ik had het zo lang gerekt dat mijn proeftijd voorbij was. Anders als je had gezegd van ja, ik ben dan. Dan ben je gewoon dan. Zegt ze, nou sorry, weet je, jammer voor ja. je. Je kan weg. Maar bij mij, ik heb gewoon doorgestreden, doorgestreden. Totdat ik uit die proeftijd was. En toen heb ik het gewoon aangegeven. Want ik wist dat ik betaald thuis zou kunnen blijven dan. Dat ik ook echt mijn rust zou vinden. Want je kan wel thuis gaan zitten, zielig. En wat er met je is gebeurd. Maar die money moet gewoon binnen blijven komen. Want dan heb je nog een extra laag ja. aan problemen. Ja. En dat liet ik me niet gebeuren. Dus ja, daarna had ik de tijd gekregen om te helen, weet je. En uh, ik moest dan uh, elke week naar de psychiater, naar de psycholoog. Arbo dienst, die probeert je heel de tijd een paar uurtjes aan het werk te zetten. Maar ja, je, je, als je heel de tijd aan het vechten bent en je geeft opeens toe eraan, ja, dan komt echt alles, weet je. Dan komt echt die emotie, dan komt echt die fysieke ding, hoe je jezelf niet hebt gegeten, niet hebt geslapen, alleen maar jonko hebt geroken en het hebt gedronken. Dan opeens, pap, klapt alles in. Yeah. Dus toen ben ik echt aan mijn journey begonnen, zeg maar. Dus Eigenlijk drie dagen nadat mijn zus overleed ben ik gewoon weer gaan werken. Dus ik heb nooit die je tijd. Je hebt nooit verwerkt. Je hebt na nee. nooit verwerkt. Nee, toen niet. Toen niet. Dus uh, je blijft gewoon op de autopilot doorgaan. Want ik moest die contract gewoon binnenhalen. Dat was gewoon mijn dream job, weet je. Die ja, job en, van... en, en, en wat voor job was dat toen? Dat was toen um, scheepsverkeersleiding. En wat doe je dan? Dus... Dan ga je een dus dan... soort. Ja, je zit echt met vier beeldschermen. Ja? en ja de haven van Rotterdam is de derde grootste haven van de wereld ja. en jij begeleidt gewoon letterlijk elke scheepvaart die een bepaalde zone inkomt en een bepaalde zone uitgaat en je vertelt ze wat ze tegenkomen wanneer ze mogen oversteken die schepen kunnen natuurlijk niet in één keer remmen of richting ja. aangeven ja. en naar links dus het heeft een ja. hele lange dus jij manageert eigenlijk die hele doorgang in jouw sector dus dat was best wel een belangrijke baan wij scherp als je één fout maakt Explosie, heel Rotterdam staat in de fik met een gifwolk of zo. Dit was een goed betaalde baan. Was het ook? Is voor mij, ja, voor ja, mij was het ja. endgame. Voor mij was het toen endgame. Ik dacht, ey, ik heb het gemaakt. Dus dat dreef mij ook zeg maar, om door te blijven gaan, om door die proeftijd heen te gaan en een goede reputatie daar te behouden. Voor dus ja. de mensen druk. die zo'n job willen doen, wat, wat voor uh, paycheck is daar? <laughs> <laughs> uh, ik zat er rond de 3000 netto per maand. Ja, dat is wel goed. Ja. Ja. Dat voor mij was het echt van. Ja, maar ja, dat was ziek uh, man. Ja. Maar, 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 maar je haalde geen voldoening ook uit je, uit je werk? Je op nee, of... nee, ik had toevallig gisteren met mijn vader erover. En hij zei van: Je hebt altijd het hoogst mogelijke gewild. Toen ik in het leger zat ook. Ik heb altijd het hoogst mogelijke gewild, waar dan ook. Maar als je ziet dat je wordt tegengewerkt, of het wordt je niet gegund, of je wordt gepasseerd door andere mensen. Ja, dan ga je toch nadenken: van Hé, hey, weet je, dus stel je voor, je bent. Uh, gewoon, je wil manager worden, maar je wordt die manager niet. Bij ons had je dan level C, B en A, weet ja. je. En je komt binnen op C, en ik zat dan daar bijvoorbeeld twee jaar, ja. en iemand kwam zes maanden binnen, en die werd opeens B. En dan zei ik van, fuck ja, ja, toch? toch, kijk mijn scores, alles werd gemonitord en zo. Ik was gewoon de beste in mijn werk, weet je. Ik ben daar gewoon heel goed in. En ik zei van, hij zei, ja, maar je cijfers zijn niet alleen belangrijk, het is ook je, hè, de rest eromheen. Maar ja, Kijk mij, weet je, dan dit dat, hele andere toe dan de meeste mensen. En dan heb je een paar billenlikkers daar van, hé, hey, wie wilt er koffie? En, uh, oh ja, die drinken ja, ja, zo'n guy. Wie wil die, er die, koffie? Ja, ja, wie wil de koffie? En die neemt <laughs> zomaar gebakjes mee. Yeah. En uh, als iemand vraagt wie wil de notu notuleren tijdens de vergadering, gelijk als ja, eerste. Ja, 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 dat zijn ja, ze. En <laughs> ik ben die guy van, joh, ik kom om mijn werk te doen. En ik doe mijn werk goed. En ik ja. wil daarop beoordeeld worden. Ja. Maar zo werkt de maatschappij en het leven eigenlijk niet. En daarom heb ik ingezien van, luister, die drie doosjes is leuk. Maar uiteindelijk kan ik toch alleen wanneer hun zeggen, op vakantie. Wanneer hun het zeggen, mag ik vrij nemen. Wanneer hun bepalen dat ik meer ga verdienen, dan krijg ik dat pas. En dat ging gewoon me vreten. En toen je op een gegeven moment daar wegging, dat was dezelfde periode dat je zus was overleden. Klopt, of dat was daarna. Of... Klopt, dat was daarna. Ja. ja. En, en dan ben je werkloos. En wat dan? Wat, wat doe je dan in die periode? Ik heb toen mijn e-commerce business opgezet. Dus in die jaar dat ik betaald thuis zat, ja. ben ik fully ook daarin gegaan. Ondanks dat ik depressief was. Ondanks dat ik niks kon, heb ik wel de tijd die ik thuis had gebruikt om boeken te lezen, cursussen te nemen, alles te leren over deze shit. En... Maar, maar wat hoopte je in e-commerce te vinden wat je niet vond bij je droombaan daarvoor? Die vrijheid man. De vrijheid. En dat ik wel kan bepalen hoe ver ik kom, ja. hoe ik eruit zie. Um, hoe ik me gedraag. Weet je, dat er geen. Ja, die matrix lijft, toch? Dat iemand voor jou bepaalt wat jij doet, hoe laat je het doet, wat je draagt en hoe je je gedraagt. Terwijl. Ja, je kan het gewoon voor jezelf bepalen als je je ja. eigen baas bent. Ik was al van uh, bij Google online geld verdienen. En ik was al heel veel dingen. Als je weet wat ik allemaal voor geld heb gedaan. Weet je, ik wou bloed doneren in Groningen. <laughs> en dan moest je een week lang stil in bed liggen. Echt? Um, voordat, ik ik, voordat ik ging dropshippen en branden en al die dingen, heb ik uh, advertenties geklikt. En als je 200 keer op een advertentie klikte, dan kreeg je 10 cent. Ja. En dat was gewoon mijn ding: van klik, hey, klik, 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 klik. En die mensen kregen daar geld door. En ik kreeg dan weer 10 cent. Dus ik dacht al van hij 10 cent verdiend vanuit Oslo, weet je. Ja. Dus zo begon ik in die online game te komen. Crypto bekeken, dropshipping bekeken, alles bekeken. En ja, dan, als je in die algoritme zit, krijg je alleen maar ads van die en die en die. Ja. En toen één dag zag ik die guy, weet je, en hij vertelde over zijn leven. En ik dacht van ja. Laat me het gewoon gaan checken, weet je. Als, als, als hun dat kunnen, dan kan ik dat ook. Iedereen natuurlijk van het is scam. Je moet het niet doen. Ze verdienen alleen aan jou door een cursus en bla bla bla. Maar ik heb wel toen. Mijn ogen zijn wel open gegaan. Ik heb de basis daaruit gehaald en daarna ben ik gewoon losgegaan. Want, want dat is wel dat ding. Want zeg maar, je ziet al die commercials voorbij komen van. Ben jij het leven zat? Ja, wil je ja, een nieuw ja. leven? Alleen maar vrijheid. Het wordt natuurlijk heel mooi gemaakt. Maar Close. Je hebt het zelf meegemaakt. Je hebt zelf ja. zo'n cursus genomen. Uh, Kloppen die dingen of, is het meer, of heeft het ook nog meer te maken met je insteek? Want ik kan me, ja, ik kan me voorstellen dat als ik zo'n cursus morgen neem... en mijn inzet is minimaal, dan ga ik er niks uit halen. Nee, zeker niet. Uh, dus dus ja, vraag één is, zeg maar, kloppen die commercials? Kun je echt gewoon door middel van zo'n cursus... echt financiële vrijheid zeg maar, voor jezelf regelen? Voor mij is het wel zo. Het, is, het ja. heeft geklopt, het is gelukt, het is gegaan. Maar de manier waarop mensen het neerzetten... daar ben ik het vaak niet mee eens. Weet je, van met één, twee uurtjes per dag... Hè, financiële vrijheid en weer een Lambo... en weer Oeroes en dit en dat. En Dubai-plaatjes, noem maar op. Maar ja, ik heb in het begin gewoon... Ja, zeker wel 15 uur per dag aan mijn business... en aan mezelf besteed. En ja, ik heb zelf ook studenten nu en ik ben ook gewoon heel streed met hun van als je niet bereid bent om dit en dat en dat en dat te doen doe het dan gewoon niet want het wordt veel mooier gemaakt dan dat het is ik ben levend bewijs dat het werkt ik heb het gewoon laten lukken ik heb er miljoenen mee gemaakt maar wat ik ervoor heb moeten doen. Ik maak soms grapje tegen mensen van. Hey, voor, voordat ik aan ICON begon, had ik Rasta. Ik ben gewoon kaal geworden van die shit. Weet je? Ja, ik heb gewoon stress gehad. Nee, ik moest kaal zijn voor de, voor, om defensie in te gaan. Maar <laughs> ik heb. Ik <laughs> heb, ik, ik heb <laughs> zo, Sorry, is ik, gewoon ik, 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 ik heb gewoon zoveel stress <laughs> gehad. Weet je, van, je, 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 hebt, je hebt te maken met dingen gewoon. Je loopt tegen dingen aan. Je moet producten testen. Je hebt betaalmethodes. Je hebt bepaalde blokkades die je moet overwinnen. Um, het is gewoon een hele rollercoaster. Ja. En toen ik begon, had je nog niet wat ik nu zelf doe. Ik trek mensen er doorheen, ik behoed ze van fouten en noem maar op, maar ik heb die fouten allemaal moeten maken. Dus daardoor is mijn journey ook fucking zwaar geweest, zeg maar. En ben ik het zeker niet mee eens als mensen zo'n ad maken van hé, hey, wil jij dit ook en bla bla. bla. Dus het klinkt natuurlijk mooi, maar het is ook een domme ad als je tegen iemand natuurlijk gaat zeggen wat er allemaal nog bij komt kijken. Dat komt diegene later wel achter, maar om eerlijk te zijn, ja, het werkt. Het werkt zeker. Het is tot de dag van vandaag mijn hoofdinkomen. Maar wat je ervoor moet doen, dat laat heel veel mensen weg. Want voor de mensen die, die, die nu kijken, denken van: oké, okay, ja, oké. Okay. Je, je, je maakt money. Wat is het gekste bedrag wat je ooit op je rekening zag komen? Dat je denkt van: poe. gekste bedrag? Ja, ik denk wel, dat is meestal tijdens Black Friday. Ja. En toen heb ik wel in één dag gewoon 83 doesoe gemaakt. 183 doesoe? Nee, nee, 83. 83 doesoe in één ja. dag. Ja, dat is gewoon netto, hè? niet omzet. Omzet is best wel gek. Je kan omzet zo gek gaan als je wil, maar kijk naar netto dingen, weet je? Ja, maar netto, ja. Nou, ja. Bishop zijn we ook. Hij zegt: leuk, man, al die mensen met een omzet. Ja, 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 ja. Wat nee. heb je echt in de pocket? Ja, wat is ja, je winst? Ja. Nee, mijn, uh, mijn insane moment was wel van: hé, hey, ik heb gewoon 83.000 in één dag. Weet je, niet in één maand, niet in één week, maar gewoon in één dag binnengehaald. En dat is dan wel van meerdere dingen bij elkaar, maar ja. wel gewoon wat in één dag splash gewoon ja. komt. Ja. Maar, maar ga je er niet gelijk gewoon uh, bijenkorven? We gaan shoppen. Gewoon familie bellen, we gaan shoppen. Nee, nee, nee. <laughs> wellen, we gaan shoppen. nee, nee, nee. ik heb wel. Um, ik denk door mijn verleden ook, hoe ik ben opgegroeid, hoe ik ben opgevoed. Um, deze laatste periode ben ik mezelf een beetje aan het verwennen. Ik heb zoiets van: je hebt nu vijf jaar echt hardcore gedraind. Je hebt met kapotte waggies gereden, je hebt met kapotte schoenen gelopen. Um, nu mag je jezelf een beetje verwennen. Ik heb eerst mijn ouders goed gezet, gezorgd dat iedereen goed zit. En als laatste kwam ik eigenlijk. Yeah. Dus ik heb dat in het begin nooit gedaan. Ik had ook een beetje een afkeer naar de mensen die dat deden. Weet je wel? Van hé, hey, je maakt één keer money en je splash gelijk hele PC-hoofdstraat leeg. Je wordt een hele andere guy. Yeah. Je gaat opeens anders wakker. Yeah. Um, ik ben daar nooit van geweest. Plus, ja, ik heb een drugsdealer verleden. En number one rule bij ons was gewoon: van, hé, hey, loop niet te koop met wat je hebt. En dat is heel langzaam nu bij mij aan het afsluiten, weet je. Dat ja. ik gewoon zoiets heb van, oké, okay, ik mag nu laten zien dat het goed gaat. En het is niet eens laten zien. Ik show mezelf gewoon. En je ziet automatisch aan mij dat het beter gaat. Dus ja, dat is gewoon wat je get dan. Ja. En, 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 en je zegt, je hebt een, een drugsverleden. Je verkocht wiet. Ja, ik verkocht wel van alles. Ja. Maar mijn hoofdbusiness was wel wiet kweken en wiet verkopen. Ja. Maar dat was in de periode dat je op zoek was naar. Verschillende manieren om geld te verdienen? Of wat was daar de mm. reden achter dat je, dat je dat deed? Ja, dat was eigenlijk al vanaf mijn twaalfde of zo. Ja. En ja, ik groeide gewoon op. Ik groeide op in Oud Noorden, uh, Zwaansals, Krooswijk, ja. uh, af en toe een beetje Kruiskade West. En ja, eigenlijk iedereen om ons heen en alles om ons heen, dat was gewoon dat. Dat was gewoon wat je deed. Of de ene was aan het stelen, de andere was aan het dealen... de andere was aan het kweken. En ja, dat was gewoon wat het was. Weet je, ik groeide op tussen heroïne-junkies. Um, ik post vaak die plaatjes op mijn Instagram... gewoon om mezelf ook te motiveren. Van, hey, kijk waar je vandaan komt. Weet je, als ik naar school moest... dan stapte ik over vier, vijf heroïne-junkies heen. En naalden en plasjes bloed en zo. Dus dat was wel een beetje mijn realiteit. Weet je, mijn vader had gewoon een baan. Mijn moeder deed dat ding. Ik heb goede opvoeding gehad, maar... Dat is maar zo'n PC van je leven. De rest ben je buiten. De rest ja. ben je op school. De rest ben je gewoon met je niffels en je vrienden. En ja, je zag dat hun dat allemaal deden. En dat dat eigenlijk de way out was. Want we kregen toch nooit een goede positie van iemand. Weet je, boys hadden gesolliciteerd, weer afgewezen, noem maar op. Dus ja, je ging een beetje in die slachtofferrol van hé, hey, dit is het en hier ga ik het mee worden. Ja. We hadden ook een paar hood legends natuurlijk. Hè. Iemand die zag van hé, hey, die heeft alles. Die zorgt voor zijn moeder. Die zorgt voor zijn zussen. Hij heeft de nieuwste whip. Um, dus ja, dat was eigenlijk wel mijn, dat wou ik worden. En daar ging ik gewoon in mee, want het was normaal. Dus um, ja, van mijn twaalfde tot, ja, eigenlijk ben ik uh, vier, vijf jaar geleden gestopt, ook met dat. Ik heb het, toen ik in het leger zat, toen ik bij uh, Port of Rotterdam werkte, ik ben altijd doorgegaan met die shit. Als je ook nog steeds drugs aan het cellen? Ja. Oh, serieus? Gewoon naast mijn <laughs> baan. Voor maar mijn. ging je daarom in het scheepvaart werken? Nee, ja, ik ben, ik ben echt. Ik zeg je eerlijk, ik chillde altijd in een theehuis. Daar had ik mijn hash en zo. En ik kwam gewoon met mijn. Me, ik had van die gouden balken, weet ja. je? Met de anker erop. Ja. En die boys probeerden me altijd die uithalers en zo. Zeggen ja. van, je, hey, G, welke boot komt die en dan binnen? Maar ik zei: van, no, man, je toch, ik volk ja. niet met dat. Maar ik had altijd mijn dingetjes lopen, mijn eigen kweekjes, mijn eigen klantjes. En wat vind je ervan, die jonge boys? Ik had laatst ook een guy in de studio die, die, die over vertelde. Want er worden steeds jongere boys, en tegenwoordig zitten er ook meisjes tussen... die uh, als uithalers worden ingezet. Wat, 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 wat vind je ervan? Ja, ik vind het fucked up. Maar ik heb er ook wel weer begrip voor. Alleen, ik denk dat die mensen gewoon niet... Kijk, bij mij kwam het later dat ik andere voorbeelden kreeg. Dat ik andere possibilities zag... En dat ik ook zag dat er andere wegen waren om daaruit te komen. Maar als jij in een cirkel zit met alleen maar dat soort mensen, alleen ja. maar mensen die dat doen, die dat promoten, die daarvan leven en niemand laat jou een way out zien, dan kan je die mensen bijna niks kwalijk nemen, want dat is gewoon hun realiteit. En bij mij, ik had ja, geluk, wil ik het niet noemen, maar ik ging op zoek en ik had het geluk dat ik een andere visie kreeg, dat ik andere mensen leerde kennen en dat ik zag van hé, hey, deze boys maken gewoon een ton vanaf hun telefoon. Weet de, je? Ja. Fuck? Ik zit te knippen, in te pakken, te, te fietsen, te rijden. En deze mannen maken wat ik in een, in een maand maak... maken hun in een dag. Ja. Online, legaal. Ja maar, ja maar. En die visie moet je wel even voorbij zien komen. Maar als je heel de hele dag op zwaansal staat... met ja, al je boys en al die mensen... en er komt niks verder bij, weet je? Je leert ook niet zoveel op school, vind ik. Dus ja, wat moet je dan doen? En, dus ik hoor het niet goed... Maar ik begrijp wel, ik heb er zelf ook in gezeten... dat als je niet iemand anders hebt die jou daar de andere kant van het leven laat zien... dan is dat gewoon je realiteit. Had je geen broer of zo die je in de gaten hield? Of? Ja, het ding is dus, ik was altijd met de niffel. Ja. En hij was gewoon, ja, hij is gewoon mijn... Ik was elke dag met hem. Ja. En niemand wist natuurlijk wat wij deden, maar hij was de OG van de wijk, zeg maar. Ah, ja. dus hij was de hustler, hij was de dief. Hij regelde alles en ik was de hele dag met hem. Dus ja, ik ben daar zo gewoon ingerold. En, en hoe is het nu? Want nu ben jij de vermogende guy. Je maakt miljoenen en je bent weg van dat leven. Ja. Hoe kijken die guys uit je verleden, voor andere mensen, nu naar jou? Ik zou het niet weten. Ik heb geen contact met niemand meer. Oh, waarom? Ik heb uh, toen mijn zus overleed. Ja. Toen heb ik eigenlijk gewoon iedereen en alles uh, om me heen geskipt. Dus uh, okay. ik, uh, ja, ik ben toch gewoon helemaal voor mezelf gegaan. Ik heb toen op een fucked up manier ingezien dat je eigenlijk, ja, of het nou vriendschap is of familie, uh, wij werden heel erg opgevoed van hey, familie is alles, bloed is alles, noem maar op. Maar wanneer je inziet van hé, hey, nu heb je echt mensen nodig, of nu heeft je zus echt mensen nodig. En je ziet eigenlijk dat je er helemaal niks aan hebt. En dat ze gewoon, wij eigenlijk in ons eentje helemaal kapot gaan, toen dacht ik wel van hé. Hey, Waarvoor doen we dit eigenlijk? Waarom steek je je tijd hierin? En in het begin is het wrok en verbittering. En nu ben ik gewoon cool ermee. Alleen ik heb gewoon gezien: van, ga je tijd niet verspillen aan mensen waar je uiteindelijk niks aan hebt, weet je? En los daarvan, als je deze journey betreedt en je gaat in een andere mindset, je gaat in een andere uh, vermogensysteem zitten. En je blijft hangen met criminelen, je blijft hangen met mensen met een broke mindset, je blijft hangen met mensen die geen boeken lezen, die zich niet hebben ontwikkeld. En dat klinkt misschien een beetje arrogant, weet je? Ik krijg dat laatste tijd ook naar me toe. Van, hey, je bent veranderd, je bent arrogant geworden. Maar dat is totaal niet zo. We hebben gewoon verschillende levenspaden en verschillende visies. En ja, ik begrijp wel waarom jij dat doet en waarom jij zo denkt en waarom yeah. jij nog zo bent. Maar zij begrijpen dat niet, weet je? En dat gaat aan je journey lopen knagen. Dat gaat aan je groei knagen en wij zijn gewoon in een way-up en niks mag daar gewoon tussen komen. Weet je? Ja. Dus zodra je merkt van hey, iemand doet jou een voorstel. Kijk, vroeger werd ik gevraagd om drugs rond te brengen of om drugs te knippen of om drugs in te pakken en noem maar op. Maar nu word ik gevraagd als investeerder van hey Gilly, je hebt money, laten we twee T-leggen, dan halen we dit en dat, je hoeft niks te doen verder en bla bla bla. Diegene gaat op blok. Ik spreek hem nooit meer. Ja. Want, want, want op het moment dat jij gepakt wordt, zit jij er ook in. Snap je? En daar gaat jou, goede naam. Ik wil dat je blij bent, dat je trots bent op mij. Van, Hé, hey, die man is eruit gekomen, kijk hoe die nu is. Breng mij niet eens meer in de verlegenheid, weet je. Dus ja. als ik zie wat, dat je met die dingen komt, is er een optie voor jou. En jij wordt er beter van. Maar ik heb die shit niet meer nodig. Ja, man. Dus laat me gewoon met rust. Wil je gewoon mensen die gewoon zeggen dat je arrogant bent geworden? zeker wow. weten ja heel veel wow. heel veel vorige week nog ja ja, ja of vrienden van vroeger of zo mensen van vroeger okay. mensen die uh, tayas niet heb gezien um, mensen van de buurt uh, dames die je vroeger gedate hebt uh, oh dames komen ook met die dames hey, ik hey, ja, dit dat met je louis vuitton Pata. en dit dat weet je dus um, ja je ziet wel ik vind het gewoon eigenlijk een zelf uh, ik vind het gewoon een soort van je reflecteert gewoon jou dingen wat je niet hebt, of jouw ja. anger, die, jouw ja. ding die je hebt gemist, reflecteer je gewoon op iemand anders. Want ik zou nooit tegen iemand zeggen van, hé, hey, wat loop je met je brokkelpatta? Ja. Of wat rij je in je kapotte waggie? Ik zou ja. dat nooit doen. Ja. Maar ja. iemand anders zegt wel tegen jou van, oh, je draagt alleen nog maar merk, hè? Of uh, dit ja. en dat en dat. Wees blij voor me, brother. Ja. Ik liep op kapotte schoenen, je ja. weet toch? Ja, mensen hebben moeite met blij zijn voor een ander. Dat komt, wat je ook zegt, uit een innerlijke onvrede. Als je een innerlijke onvrede hebt, dan ga je het projecteren op anderen. Dat is ook haat. Dat is wat ik voel, inderdaad. En ik neem het ze niet eens kwalijk. Alleen ja. ik schip je gewoon, man. Ja. Ik blok je gewoon, je ziet mij nooit meer. Dus jij meen, folks, jouw, jouw familie is echt. zijn je ouders, en ouders, je zoontje. Mijn ouders en mijn zoontje. Uh, de kinderen van mijn zus. Ja, daar zorg je ook voor. Ja, dat doen we wat we kunnen. Cool. En um, ja, één tante, die, zit echt, die was echt goed voor ons. Die was ook met mijn zus goed. En zij heeft me eigenlijk opgevoed. Dat is mijn tweede moeder. Dat is de moeder van die badass niffel van me. Oké, okay, vandaar dat je uh, altijd. Uh, je was ja, hem. Ik, was, ik noem haar ook gewoon mama. Ja. En uh, haar kan ik nooit laten, wat dan ook. En ze is altijd real geweest, altijd puur geweest. Dus ja, mijn cirkel is best wel fucking klein, man. En ja. ik ben er tevreden mee. Mooi. Vind Hoezo is zij een soort tweede moeder voor jou? Want was je in je jeugd ook vaak. Ja, hun thuis? Ja, ja, zij was zeg maar. Uh, ze had vier kinderen. Ja. En uh, zij werkte toen niet. Dus ja, ze was gewoon met de vier kinderen bezig. En mijn moeder werkte wel toen. Ah, dat ging in plaats van bij de oppas? Dus ja, wij woonden echt net zo'n movie. Van, ik woonde hier, mijn oma woonde hier, mijn tante woonde hier, mijn tante woonde hier. Dus toen hun uit Suriname kwamen, allemaal, zijn ze echt uh, ja. in, in één wijkje gaan wonen. En uh, ja, ik was gewoon hele dagen daar gewoon in mama. Als ik uh, iets had, was het van ja, welke moeder, weet je. Ja. Welke, uh, ja, ik nam ze gewoon allebei mee. Ja, wel interessant. Want ik vind die. die... Die switch is interessant omdat er zijn natuurlijk heel veel mensen die met depressies rondlopen. Uh -huh. Maar jij zei op een gegeven moment je werd op een dag wakker en je was het zat. Ja. En toen heb je op eigen kracht alles omgezet. 100. Ja. Dat is wel knap want niet iedereen kan dat knopje vinden. Dus wat kan je mensen vertellen of misschien meegeven als handvaten om? Om, om hun weg te vinden, want zeg maar niet iedereen denkt van, oké, okay, weet je, wat het klinkt, dat is een bepaalde mindset die je moet hebben, zeker, uh, zeker. die niet gelijk wordt aangereikt. Maar wat kan je daar nu daarover zeggen dan? Ja, het is lastig uit te leggen. Um, in de eerste instantie gaan ze je antidepressiva aanbieden. Nou, daar was ik gelijk op tegen, want ik heb gezien wat dat met mensen heeft gedaan, weet je, want het maakt je gewoon echt een zombie. Ja. Dus in plaats van dat je dealt met je gevoelens, deal je er gewoon niet mee. Je stopt ze gewoon weg. Ja. Maar voor hoe lang? Um, ik ben suicidaal geweest. Dat was vooral in 2016. Ik heb ook één poging gedaan gewoon. Oh, wow. Is dus gelukkig mislukt. Gelukkig, man. Ja, blessings. Ja, yeah, bro. En, um, en daarna was ik zo ziek van mezelf. Ik was gewoon zo ziek van mezelf, van het ongelukkige gevoel. Yeah. Dat ik gewoon zei van, bro, stop deze shit. Ze is weg. Het is gebeurd. Um, alles wat omheen... Want het ging natuurlijk niet alleen om mijn zus. Het zijn heel veel dingen. Je hebt trauma's, je hebt stressstoornissen. Weet je, het zijn gewoon veel dingen die dan gebeuren. Het is niet iemand. Ik zeg altijd: het is makkelijker om iemand dood op de grond te vinden. dan zo'n kankerproces letterlijk in te gaan. Want je ziet gewoon iemand langzaam gaan... tot op de dag dat het gebeurt. Weet je, ja, dus het, het vreet je langzaam op. Nou, mijn ex ging bij me weg. Oh, zielig, zielig. En nee, je kind, kind? Heb je ook een Ik heb uit, mijn kind hoor. niet gezien. Dus ja, ik had alle middelen om in een slachtofferrol, in de feuteshouding gewoon ossel te liggen. En dat heb ik ook een tijdje gedaan. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van: bro, dit moet klaar zijn. En ik las heel veel The Secret, ja. uh, The Law of Attraction. Ja. Daar was ik heel veel mee bezig voor mensen die in zo'n tory zitten. Ga dat boek lezen, weet je wel. En daar moet je dus dingen manifesteren. Je moet in dingen geloven en je moet dingen oproepen die er niet zijn. Dus ja. ben je broke? Ga je gewoon geloven en oproepen dat je rijk bent. Ben je ongelukkig? Ga je oproepen en geloven en visualiseren dat je gelukkig bent. Ja. Je moet nep gaan lachen. En allemaal dat soort dingetjes, weet je. Want ik had al jaren niet gelachen. Ik was gewoon, ik lachte niet of ja. niks. En uh, ik ging nep lachen en ik ging reggae liedjes draaien. In plaats van zielige Ed Sheeran pokus, weet je. Dus je gaat alles erom draaien. En wat mij echt heeft genezen, want ik had therapie. Ik heb uh, geen enkele therapie afgemaakt. En ik heb ze allemaal uitgescholden. Ik ben Loeshoeg gaan. Want ja. ze pakken gewoon een blaadje. Ze zeggen: Oh, Fernando. Um, ja, zus verloren. Oh, ex weg. Oh, oké. Okay, ja, hoe voel je je daarbij? Ja, zeg, ja ver, verrot. <laughs> ja, ja. wat de fuck. Dus ja. echt van die standaard dingen die ze uit boekjes hadden. Dus wat mij echt heeft geholpen, is ik ging kijken naar alle dingen die ik niet kon. Dus uh, ik had alle foto's van mijn zus in huis omgedraaid. Ze was nergens meer te zien. Ja. Um, bepaalde liedjes. Moest er gewoon uit. Als ik nu met jou hier zou zitten. Mijn zus wist dat ze dood ging. Dus ze had haar eigen playlist gemaakt. Dus bepaalde pokkoes kwamen voorbij. En ik werd opeens raar. Weet je? Ik zei gewoon tegen mensen: hey, drop, drop die sound. Ik wil dit niet horen. Ik werd helemaal paren. Je komt elke keer weer terug in een ja. moment. Want wow. je hebt het niet verwerkt. Um, ik kon niet naar haar uh, rustplaats toe. Ik kon er ook niet langs rijden. Ik kon niet met mijn ouders over haar praten. Ik kon niet met mensen over haar praten. Dus ik heb een lijst gemaakt voor mijzelf: van dit kan ik niet. Dit kan ik niet, dit kan ik niet, dit kan ik niet. En ik ben dat actief gaan doen. Dus ze wilden mij EMDR-therapie geven. Oh ja. En dat is heel erg dat je geconfronteerd wordt met hetgene waar je last van hebt. Ja. Nou, daar voelde ik ook niks bij. En toen heb ik eigenlijk mezelf EMDR gegeven. Dus ik heb die foto gewoon omgedraaid. En ik ben gewoon gaan breken daar. Totdat ik het kon. En dan voel je gewoon, paf, eerste laag weg. Ja. Daarna heb ik haar hele cd en staat gewoon, well, mijn end story, weet je wel, op haar cd. Afgespeeld. Helemaal brokkel gegaan. Misschien liet hij niet gedronken, kapot op de grond. Maar ik ben door die CD heen gegaan. Wow. In mijn eentje, na rustplaats. Daar ook weer helemaal gebroken. Maar elke keer als je dingen doet wat je moet overwinnen. en je overwint ze, geeft het je weer een extra laag van kracht. En zo heb ik mezelf eigenlijk genezen. Toen heb ik een ticket geboekt voor mezelf naar Bali. En dat was gewoon mijn. Ja, ik dacht ik ga naar Bali. Ik ga daar ja. in een goede vibe zitten. Ik ga daar tempels bezoeken. Ik, ik was heel erg bezig met geloof. Ja. Law of attraction, noem maar op. En daar is het helemaal next level gegaan. Weet je, ik ben naar heilige water gegaan. Ik heb me in heilige water gewassen. En ik nam dat allemaal heel serieus. En ik denk voor jouw mind. Misschien was het fucking spa blauw. <laughs> Toch wat uit de kraantje oh. kwam. Ja, kwam maar wat jij gelooft in je mind, en ja, dat komt ook belangrijk. uit de secret, dat komt ook uit de Law of Attraction. Ja. Um, als jij gelooft dat het holy water is, dat het jouw zonde wegspoelt, dat het jouw verleden ja, wegspoelt. Het... En vanaf die dag is Gilly Good vibes er, man. Ik had gewoon gezegd: van... ik clean mezelf van dit, ik neem afstand van dit, ik heb mijn ja. dingen overleefd. Let's go. Dit is ja. ook niet wat ze had gewild. Dit is ook niet wat mijn ouders willen. Dit is ook niet hoe die kinderen me willen zien. Ja. Ik moet gewoon door. En. Ik heb letterlijk alles verwerkt. Want heel veel mensen liegen tegen hunzelf. en doen alsof ze verder zijn gegaan. Maar ik kan wel 100% zeggen: van ik heb deze shit. Dit is ook de eerste keer dat ik erover praat. Zover ben ik nu. Um, maar ik heb het gewoon 100% verwerkt. En ik weet wat me te doen staat. Het is kracht. Want ik denk, ik denk: dit soort onderwerpen worden te weinig besproken. Uh, met, iedereen krijgt ermee te maken. In, in zijn of haar leven. Uh, iemand waar je veel van houdt, die gaat op een gegeven moment weg. Uh, Nooit leuk om het zo zacht uit te drukken. Het is verschrikkelijk. Het voelt ja. alsof, alsof je een open wond hebt die maar niet dicht wil gaan. Klop. Het lijkt alsof het nooit meer goed komt. En soms zit er in het verlies van die persoon ook een blessing op een of andere manier. Want die persoon hoeft niet meer te lijden. Uh, ja. Maar ook in het lijden van die persoon, kan jij op een gegeven moment na afloop iets vinden wat heel positief is. Het feit dat jij je nu ontfermt over haar kinderen. Dat is mooi. Weet je, daarmee eer je haar ook. Snap je dat soort Klop. dingen. Snap je en, en dat jij goed bezig bent, dat je voor je kind zorgt, voor, voor de ouders zorgt. Dat zijn allemaal dingen waar zij, denk ik, heel erg trots op zou zijn. En weet je, dus met liefde, met liefde kan je zoveel bereiken. 100%. Om het, maar het moet je, je moet het wel goed kanaliseren. Want als je liefde niet goed kanaliseert, kan het ook omslaan in woede en boosheid. Yeah. En dan word je destructief. Ja, dat was ik twee jaar. Ik ga niet voor je liggen. Twee jaar was ik gewoon para, weet je. Het was gewoon geen. Je kon gewoon niks. De mensen hebben voor mijn deur gestaan, ik deed niet open. Ja. Uh, ik had gewoon scheid aan de hele wereld. Ik was alleen met mijn eigen gevoel en mijn eigen verdriet bezig. En natuurlijk die van mijn ouders. Als je zo. je ouders zo ziet. Ja, ja Keel, je kan niks doen. Je ja. kan niks doen, weet je. Ja. Dus ja, ik ging gewoon kapot. En mijn zus was één van de dingen. Daarvoor ging mijn oma, daarvoor ging mijn niffel, daarvoor ging mijn oom. Dus het was een. Ja, van ja, het bleef maar in één jaar had ik zes mensen verloren of ja. zo. Dat was gewoon, ik werd gewoon par in mijn hoofd. Het ging ja. gewoon niet meer. Ja, het ging gewoon echt niet meer. En, 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 en op een gegeven moment ja, komt de turning point. Je vindt je weg in de e-commerce. Uh, ja. Je begint dingen online te verkopen. Je herkent en leert ook een nieuw talent ontdekken. Uh, in welke opzichten verschilt zeg maar... De gilly good vibes, behalve dat je op good vibes zit en niet meer focussen op het negatieve. En welke, op welke manier verschilt die van de gilly van vijf, zes, zeven, acht, negen jaar geleden? Want je hebt nog steeds wel die hasselers mentaliteit van hey, werken, hey, rustig. Nee, je moet die money goed. Ja. ja, dat is altijd wel door blijven gaan. Mijn moeder zei me ook altijd, vanaf dat je vier, vijf bent, heb je gezegd van je gaat rijk worden. Je gaat rijk worden. Gaat... Ik zat flippo's te pushen, Pokémonkaarten, noem maar op. Ik heb alles gepusht, bro, knikkers. Um, maar ja, wat er is veranderd is eigenlijk niet zo heel veel. Want die hustler is altijd in me gebleven. Ja. Alleen nu ben ik gewoon zakelijker geworden. Okay. Ik ben georganiseerd. Um, ik ben natuurlijk geleerd. Ik heb mezelf gewoon wat ik. Op school nooit heb geleerd in fucking 10 jaar, heb ik uit drie, vier boeken gehaald. Weet je, en je bestudeert succesvolle mensen. Je checkt hoe hun bewegen, je checkt hoe hun denken, je checkt hoe hun met hun money omgaan. Ja. En dat ga je gewoon dupliceren. Dat ga je ja. gewoon nadoen. Want je ziet van, je, het is hem geluk, het is ja. hem geluk, hem geluk. Die mannen praten geen bullshit. Dus ja, ik, ten opzichte, ik ben niet meer zo roekeloos. Weet okay. je, ik ben niet meer roekeloos. Ik, alles is wel ingecalculeerd. En oh. uh, er is een whiteboard van en een plan van aanpak en ja. een timeline en we gaan ervoor, weet je? Wat zijn voor mensen die nu willen lezen, zich willen ontwikkelen, uh, dus behalve dat ze real talk moeten checken en altijd abonneren, ze dus gaan van lezen is goed, food for thought. Wat zijn drie boeken die je dan nu mensen aanraadt om te lezen, behalve de secret? Drie boeken sowieso, los van de secret. Um, Outwitting the devil, okay. die is van Napoleon. Um, die heeft mij heel erg geholpen. Tijdens mijn depressie en dagelijks. In mijn leven helpt hij mij. Kijk, iedereen heeft te maken met testen in het leven. Ik kan hier voor de deur uitstappen. Iemand zegt, oh, ik parkeer je dit, dat? En het is weer een test voor mij. Ik kan hem op zijn neus slaan of ik kan hem laten. Um, dus je hebt heel de tijd van die testen. Ja. En in Outwitting the Devil leer je eigenlijk. En het heeft niks te maken of je gelovig bent of niet. De devil kan in vele vormen zijn. Je hoeft niet in God en de duivel te geloven. Maar als jij doorhebt dat iets jouw test, dan weet je ook dat je die test kan halen. Yeah. En als je bewust bent dat je getest wordt, ja, ik ben zo'n guy, ik wil winnen. Ik wil altijd winnen, wat yeah. ik ook doe. Yeah. Dus als ik zie, jij test mij, bom, ik win. Dus dat is met Outwilling the Devil. Um, Think and Grow Rich, is ook van Napoleon Hill. Yeah. Die heeft mij echt een businessman gemaakt. Dus ik was wel een hustler. Maar wat is een businessman? Die heeft een doel, die heeft een timeline, die heeft een mastermind, die heeft een bepaalde chief aim. Ja. Allemaal termen die je niet kent. Want ik ging naar meetups als gewoon mij, ik wist geen shit. En ik wist niet waar die man het over hadden, hoe ze dachten, hoe ze zich voelden. Dus je moet een bepaalde achterstand. Oh. In gaan halen. Je komt van straat, van die cirkel, wat ik je zei. Yeah, yeah. En opeens kom je tussen miljonairs te yeah, zitten. Yeah, you got, you got study, man. Je gaat daar geen indruk maken yeah. met je ja, twee kilo dit, drie bitches dat, vier dit. Nee, niemand wil jou horen. Maar als je opeens komt over hun termen en yeah. de dingen waar hun in zitten. Dus ja, Outwinning the Devil, Think and Grow Rich. En uh, waar ik nu zelf heel veel mee bezig ben, is The Law of Success. Hoe maar is ik vind, die is ook van Napoleon. Oh, ja. Hij is zo dik. Um, en die maakt me echt ready voor de next level. Dus je hebt wel dingen in een pad. Iemand zegt soms tegen je van je moet de, uh, rijke paar arme paar lezen. Ja. Maar ik begrijp dat boek nu pas na vijf ja. jaar. Want dus ik heb money nu. Ja. Als jij geen money hebt, kan je wel lezen over activa, passiva, liquide middelen, blablabla. Bla, bla. Maar als jij een doosje op je rekening hebt, snap je heel die shit niet. Ja, ja, je dus ik, ja. ja mijn studenten zeg ik in ieder geval: neem de secret, neem outwitting the devil, neem think and grow rich. Dan ben je er. Ja. Ja, en dan heb je nog een verschil. Tussen lezen en dingen masteren en uh. uitvoeren. Want iedereen leest boeken, iedereen luistert podcast. Maar wat doe je ermee? Klopt. Dat is een heel ander verhaal. Klopt? En, en je, ja, jij hebt het levende bewijs, je past het gewoon toe. Ja, honderd. Je, je bent succesvol, je, je reist over de hele wereld. We kwam elkaar toen gewoon op Curaçao ook tegen. Ja. Daar heb je ook een bedrijf ook op gezet. Klopt. Uh, voor, voor de mensen die niet weten als ze we naar Curazaal gaan, waar moeten ze naartoe? En... Ja, maar Premium Paradise Tours. Dus uh, toen ik jou zag, was het nog een idee, inderdaad. En ja, zo ben ik. Als ik een idee heb, ja. moeten we gewoon gaan. Maar ja. uh, nee, Premium Paradise Tours is een uh, tourbedrijf in Curaçao. En uh, we zijn de enige die Can-Am's uh, tours doen. Iedereen heeft een buggy, iedereen heeft een ATV. Rare elektrische stijl. Ja, ja, ja. Maar wij hebben gewoon Can-Am's daar neergezet. Dat is een vet man. Fan, man. En, ja. Uh, ja, het is echt wel een experience. Ja. En dan, en dan heb je ook het. mensen die voor je werken, die ook dat allemaal zeg maar, ja, leiden. Ja, ik heb gewoon een heel stuk... Dat leer je dus in die boeken. Van, ja. hey, hoe, hoe pak je dat aan? Wie, wie ga je daar zetten? Nou, ik heb gelukkig twee boys. Shout-out naar Mos en José. Het zijn gewoon broeders die ik daar heb leren kennen. En die ik vertrouw. Want ja, in heel de belangrijk. business. Heel belangrijk. Ze hebben de sleutel van mijn pand. Oh, ja. Ze kunnen die bikes rijden. Ja. Ze kunnen van alles doen. Dus ja, ja die twee... Heb ik het gelukkig mee ja. kunnen doen? Nou, we hebben een manager, we hebben een assistent die de mailtjes doet die de alles aanpakt. En we hebben de tour guides. Dus gewoon letterlijk een organisatie. Die, ja. Uh, ja, ik zit hier, de tours worden vandaag gereden. Ja, dat is een beautiful thing man. Ja. En, en, en dan, en dan en heb je ook nog eens je e-commerce bedrijf. Daar doe je nog steeds alle uh, webshops en allemaal dingen door Want hoe groot is dat? Is het dat zeg maar, is dat, is dat één webshop, twee webshop, drie webshops? Voor de mensen die zich afvragen van oké, okay, maar. Je zet miljoenen op. Kan ik dat ook met één webshop? Of moet ik er ook honderd hebben, bij wijze ja. van spreken? Nee, het kan. Het kan met één webshop. Ik heb dan, mijn journey is ietsje anders. Omdat ik gewoon ongeleerd was toen ik ermee begon. Dus ja. ik ben tegen wat dingen aangelopen... waar mensen nu, deze tijd, niet tegenaan hoeven te lopen. Uh, ik heb zelf 15 webshops. En los van mijn webshops heb ik ook nog brands die lopen. Heb ik ook nog services die ik verleen. Dus ik ben eigenlijk de plug als je e-commerce wil doen... Ja, dan alles wat je nodig hebt, dat heb ik. Dus daar is ook een business van geworden. Ik ben nu bezig met een agency. Dus iedereen die een dienst wil doen. Ja. Op wat, wat betreft e-commerce, daar komt natuurlijk ook ja. inkomen uit. Als iemand een webshop wil, of een ad account, of een product page, of een wat dan ook. Ja. Fixen we dat. Um, dus ja, zo ziet de e-commerce afdeling eruit. 15 webshops van mezelf. Met partners natuurlijk, want dat run je gewoon niet allemaal zelf. En wat doen die partners dan? Die helpen dan met die. Uh... Ja, 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 dus in het begin, als je dan je e-commerce journey begint: ja. je bouwt een webshop, je gaat producten zoeken, ja. die ga je op je store zetten, die je ga je copyrighten, je gaat zorgen dat die page er goed uitziet, ja. je krijgt een order. Toen de tijd werkten we nog met AliExpress, ja. dus ja je bestelt je product op Ali, je shipt het naar die klant, ja nu heb je gewoon agents die zien wat voor bestellingen jij binnenkrijgt en ja, ja. die sturen het. Maar mijn partners, ja, die, die bouwen de webshops nu. Um, ik heb ze zeg maar gecoacht en ik heb ze gewoon precies laten zien wat hun moeten doen, Stel. hoe ik die mail heb gemaakt zeg maar. Ja. En zij voeren dat nu uit, dus zij bouwen de webshops, zij zoeken nu de producten, zij zetten die nu in de stores. En ik ben gewoon de overhead. s S'avonds check ik iedereen na. Controleer ik alles. Van, ja, zijn het wel goede producten? Zijn het wel de juiste video's? Uh, worden de mailtjes wel beantwoord? Dus je zit er nu een laag boven. Ja, wel tof hè, zeg maar. We begonnen de podcast al. Je bent al tachtig dagen clean. Geen jonku. Je drinkt niet. Je bent ja. nu zeg maar zelfs sober naar de studio gekomen. De eerste keer. Hoe voelt dit bro? Super nice man. Ik zeg je eerlijk. Ja. Ik, uh, ik voel, het voelt echt goed. voelt in controle. Ja. En uh, ik heb twintig jaar eigenlijk in een, in een waas geleefd. Ja. En ik was heel bang om die waas los te laten, om verschillende redenen. En um, nu ik het wel heb gedaan, hoe je opstaat, hoe je praat met mensen, je weer. hoe je je voelt. Um, ja, ik had het laatst gepost op Insta van: Wij zijn ondernemers. En geen disrespect naar rappers of zo, want die zijn ook ondernemers, maar hun kunnen panja naar een show komen, hun kunnen panja lyrics schrijven, hun kunnen panja in een clip komen. Maar als ondernemer die ja. meetings gaat doen, die studenten, ik heb meer dan 50 studenten die hun begeleid. Ja. Ik geef um, meetups, ik ja. sta op het podium met een mic, mensen te coachen en te begeleiden. Um, ik moet moeilijke beslissingen nemen, van hey, mijn tourbedrijf gaat zo, oh mijn brand gaat zo, mijn webshop gaat zo. En het feit dat ik dat stoned en dronken tot de miljoen heb gebracht. Nou, daar kreeg ik heel veel respect voor. Nee. Alleen, dat voelde mij ook op een verkeerde manier. Het ja. gaf me niet aan. Als ik vroeger naar een podcast ging, ik heb er nu in totaal twee gedaan, dan zei ik gewoon van als ik niet mag drinken en smoken. dan, dan kom ik niet. Weet wow. je, zo, ja. zo ver was het. Ja. En ja, vandaag ik ben ik wakker geworden, water gedronken, eitje gegeten. Je bent er gewoon. Ik kom boem fresh hierheen. Alles is ook scherp in je hoofd. Vroeger had ik heel veel uh, uh, momentjes. En ik zou hier gewoon met je kunnen zitten en van, oh, hadden we het ook weer over. Ja. Weet je? Dus ja, na 80 dagen zie je echt wel van ai, die shit heeft me echt wel geremd. Ja. En um, ja, in Dubai is dat vooral gebeurd, man. Dat ik dat heb ingezien. Ja, Dubai is een magic place. Ik hoor elke ja. keer iets over Dubai. Het is alsof ik gewoon geroepen word je daar. Moet erheen, man, ja. Je moet erheen, man, ja. bro. Je moet erheen. Maar wat, wat heeft Dubai wat Nederland niet heeft? Bro, Dubai sowieso heeft. Dubai. Voor mij lijkt het alsof Dubai is gemaakt. Om jou beter te maken. Dus alles wat daar is. Um, je kan bijvoorbeeld gratis trainen. What gratis trainen? Ja, toch. Je zit gewoon, in elk gebouw zit een gym. Ja. Elk gebouw die je hebt zit een gym. Ja. Je kan ja. daar gewoon gratis trainen. Er zijn saunas, er zijn baden. Dus zeg maar voor je, voor je physical health. Um, drugs is verboden. Heerlijk. Dus je kan gewoon niet aan drugs doen. Dus ja, na drie dagen. Ik moest wel zeggen: van. Wat fuck ga ik doen, weet je? Je kon eraan komen. Maar ik wou niet in die ding door. Nee, want als je daar wordt gepakt. Nee, daar is geen grap. Dat is anders wel. Ja. Um, alcohol kan. Alleen op bepaalde plekken. Ja. En de veiligheid. Ik kom, ik kom uit Rotterdam-Noord. Bro, daar. Je fiets, je tas, je ding, je ring. Het is tjala voordat jij links-rechts ja, kijkt. Ja. Het is nu wat minder ja. geworden hoor. Maar ja. toen ik daar opgroeide, was het wel zo. En daar. Je kan gewoon letterlijk je waggie deuren open laten. Ik heb daar biz. 60 dagen mijn deur niet op slot gedaan. Um, in een, de, de service. Je ja. wordt daar gedeporteerd als je niet goed je best doet. Ja, dus ziek. als iemand lult daar en je krijgt slechte service, of een taxichauffeur doet Biggie met jou. En je maakt een melding van. Die man wordt gewoon bakken naar Pakistan gestuurd. Ja, ja. En daarom merk je dus van hey, het is schoon, ja. het is veilig. Ja. Er is geen afleidingen, geen drugs. De enige nadeel die ik van Dubai kan noemen. is dat daar alleen maar hoeren zijn. Gewoon. Dat, huh? dat is echt mijn enigste nadeel. Je kan daar niet chanten met een vrouw. of even flirten. Ze je je gewoon een rekening een factuur. Ze zeggen jou gewoon straight: tien hey, doesoe. toch? Tien Ja, gewoon zo, baam tien doesoe. En niet eens van We weet moeten je. Er moet wel je, goud uitkomen hoor. Dat komt er niet, snap nee. je? Dus uh, nee man, dus, uh, oh. hey, dat, dat is de Dat is enige nadeel. Maar de voordelen die jij zei. Ja. Wat ik nu, ik ben nu twee weken terug van Dubai. Ik irriteer me aan de mindset van mensen hier. Ik irriteer me aan uh, het gedrag van mensen hier. Ik irriteer me aan de vuilheid om me heen. Overal vuil, overal hondenpoep. Um, het ziet er niet mooi uit. Doe bij overal lichtjes. Het lijkt wel alsof ze zeg maar, jou vrolijk willen. Ze willen dat je in een goede vibe yes. zit. En ik had gisteren met mijn vader erover. Papa, kijk deze koude straat, weet je. Uh. Het is gewoon gemaakt om jou down te laten voelen. En ze doen er niks aan. Ja, toch? En dan denk ik van: zorg een beetje voor mensen dat het uitnodigend is om een boswandeling te maken. Ja. Of om even naar buiten te gaan. Ja. Maar het is gewoon grauw, grijs, overal hondenpoep. Overal koude junkies. Ja. Weet je. Als je in Dubai bedelt, land uit. Ja. Gewoon zo. Niemand hoeft te bedelen daar. Weet je, daar hebben ze ook weer tories voor. Dus ja, Dubai versus Rotterdam. Ja, is wel. Is de wel Dubai de, denk je. Ja, mijn hond. Ik ben daar ook nu bezig met een tweede tourbedrijf Dus die gaat ja. in Dubai komen. Oh, je gaat daar ook een bedrijf voor ja. zetten? Ja, dat is nu gaande. Dus oh, wow. uh... hoe moeilijk is het dan om daar een bedrijf op te zetten als Europeaan? Niet moeilijk, man. Het, het nodigen je letterlijk uit, daarom is alles daar. Zo flexie. Het is ja. niet zo, maar ik maak nu gratis reclame voor Dubai. Dat is hun stilo, zeg maar. Ja. Zij willen gewoon dat ik zeg: van nou, ik ga Dubai checken. Ja. En ja, als iemand iets goeds doet, maak ik reclame uit mezelf. Weet je, hoef je me niet eens te payeren. Ik praat er gewoon over. Ja. Mond op mond. Dus mond op mond groeit Dubai heel erg. Nou, de meeste mensen gaan naar Dubai om gewoon belasting te ontwijken. Of omdat ze in Nederland iets hebben geflikt. En ze willen daar schuilen. Maar de belasting is daar minimaal, toch? Heb ik begrepen? Het is nu nog nul. En ze gaan naar 9%. Gaan omdat, naar, het, uh, gaat, het begint al te stijgen. Het begint te komen. Maar 9% is nog steeds 9 beter dan ja. 21 ja. en 52. Ja, die je? 52 in Nederland is wel, is wel, is wel pijnlijk. Die is necking. Want, want hij komt erin, hij kikt erin na die 70.000 per jaar, toch? Dat en betreft. dan zie je hem en dan, en dan voel je hem ook. Je voelt hem ja. als hij gewoon weggaat. En weet je wat het is? Dat zei ik laatst ook tegen jou. Ik vind het niet erg om belasting te betalen als ik A, ah, weet waar ik voor betaal. Ik vind het niet erg als ik mee moet betalen aan de bouw van een nieuw ziekenhuis. of een nieuwe plek waar kinderen zeg maar uh, betere ontwikkeling kunnen krijgen. Dat vind ik niet erg. Maar dan wil ik ook de facturen zien. Ik wil ook zien. Want ja. ik vind. wij zijn allemaal in Nederland aandeelhouders van de Nederlandse staat. Dus dan vind ik ook dat je als aandeelhouders. Ja. ook zeg maar een formulier mag zien wat er gekocht wordt. Daar is niks mis mee. Nee, dus ik hoor het volledig, man. En, en ik vind het niet erg. Weet je, stel nou dat de belasting een max houdt van 15%. Laat me, nee, laat me zeggen, 20%. Dan kon ik nog denken: ah. Ja, man. Maar wanneer je ziet dat de helft verdampt. Ja, bro, praat niet met mij over bro, dat. Bro, bro. Ik zeg jou toch, het <laughs> boog. De hoogste dag was 83 Doezel. Dus besef wat we soms in maanden draaien of in jaren. Ja, dan moet je snel gaan bewegen. Maar gelukkig zijn er gewoon mogelijkheden ja. om daaraan ja, niet te ontsnappen. Maar om gewoon netjes wat te regelen op, en niet te paaien. Op welk moment, bro? En dat vraag ik me altijd bij het moment. Want ik weet nog wat het moment voor mij was. Dat ik dacht, ik moet dingen gaan veranderen. Ja. Op welk moment dat jij zag. Wow! Dit moet ik bij. Ja. Yeah. Dat was wel toen ik mijn eerste miljoen had gemaakt in een jaar. Ja. Yeah. Toen had ik wel zoiets van: oké, okay, dus. Deze 4T willen ze gewoon van mij gaan trekken. <laughs> ja, toch? Ik, uh, ik dacht, deze 4T willen ze gewoon van mij gaan komen halen. En toen uh, ja, dan ga je heel snel op zoek. Ja. Dan ga je heel snel op zoek van: Hé, hey, hoe heb jij dat gedaan? Jij? Want ja. er zijn natuurlijk mannen die veel meer dan mij draaien. Ja. Dus ik, hoe heb jij dat gedaan? Jij? Nou, de ene heeft het een beetje sketchy, de andere heeft het ja. goed geregeld. Ai, ik tak ik met die man. En ja, de meest simpele manier is Dubai. Ja. Heel veel mensen gaan gewoon naar Dubai, die zetten hun business daar neer, noem maar op. Ik ben zelf bezig met de andere constructie. Um, de constructie die Nike heeft eigenlijk. Dus dat je meerdere BV's hebt en dat jouw BV gevestigd is in Amerika. En dat je weer in um, ja, 0% wordt uitbetaald. Dus daar ben ik mee uh, bezig. Oh, dus dan ga je inschrijven, eigenlijk je bedrijf inschrijven in het buitenland. Eén oh, van ze. Ah. En jij bent aandeelhouder van dat bedrijf. Ja. Dus ja, ik krijg gewoon 0% mijn aandelen binnen. Heerlijk. Dat is hoe ik het heb geregeld. Want ik weiger om hen nog één fucking stuiver te geven. En weet je wat ik, weet je wat ik ook vind dat de Belastingdienst zou moeten doen? Jongens, ontwikkel een programma waarbij je ondernemers ondersteunt. En dan heb ik het niet over, zeg maar, dat je belastingkleine voordeel krijgt, dat je kosten kan afzetten. Nee, nee, nee. Ik bedoel, als ik met een goed plan kom en jij denkt, yo, dit kan het wel zijn, dat je meebetaalt. En dat we allebei business partners yes. zijn. Maar nu heb ik een business partner laten doen die niet eens nee, heeft. Ge... Hij gaat alleen nemen. Hij, ja, hij heeft niet eens een, een donatie ge... dus... Nee, maar je krijgt alleen stress ervan, man. Ik, ik krijg heb krijg altijd gezegd, Blasik is echt gevaarlijker dat is dan echt de grootste zelf. Maar het is geen slecht idee wat je zegt. Ze zouden een soort van shark tank moeten maken. Ja. En gewoon dat ze zeggen van, pitch je idee, kom met ja. je plan. Ja. En wij investen in jou en we nemen je 52. Ja, maar ja, dan het, is het logisch. En dan, en, en, dan, en dan heb je ook zoiets van oké, okay, dan ben je een business partner. Want nu is het bijvoorbeeld, ik ben een artiest, ik sta op het podium. Ik ja. heb mijn teksten geschreven, I'm rapping. I got a big show. En ik heb allemaal shows. En op een gegeven moment moet ik, voor, okay, ja. moet ik gewoon, heb ik, heb ik zie ik op een gegeven moment, ik heb 500 miljoen omgezet. Wanneer ik hoor op tv dat iemand 500 miljoen omzet. Het eerste wat er in mijn hoofd heen gaat nou, is... Twee afvoerloes. It's gone. Ja, ja. Maar die rappers weten ook allemaal Dubai te vinden. Ja. Leipen is daar nu. Yo Silvio is daar nu. Boef is daar nu. Ja. Toen ik daar bezig was. Ik heb die mannen allemaal daar gezien. En ik weet via welke bedrijf ze dat hebben gedaan en zo. Ja. Iedereen is aan het move daar. Dus ja, Nederland is gewoon dom bezig. Want dadelijk ja. zijn we allemaal tjalla. Maar... En ze pakken niks. Maar Nederland zou niet Nederlands zijn als ze niet daar een methode voor gaan verzinnen. Want ik kan me niet voorstellen dat de Belastingdienst dat is, denkt. Ja. Oh, ja. Hey, Jan, uh, ze gaan allemaal weg, man. Ja, ja ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. En ik weet zeker dat de Belastingdienst Instagram checkt. Ja, dus gewoon bro. doen. Dat is van: hey. Ze gaan me sowieso checken na deze podcast. Van Gili, oh, 3 miljoen. Oké, okay, laat maar die man checken. Maar ja. we hebben alles gewoon goed geregeld. Ja. En dat is het verschil. Ja. Sommige boys regelen hun Sani niet goed. Ja. Gaan naar Dubai. En ze weten niet wat hun te wachten staat als ze terugkeren. Ja. En dat is dom, want je gaat een keer terugkeren. Snap je? Je ja. gaat een keer, dit is je osso. Ja. Je gaat een keer terugkomen. Ja, en ik heb het gewoon goed gefixt. Die boys hebben het ook goed gefixt. Um, weet je, er is een heel goed bedrijf. Uh, een jongen die ik ken, waar ik goed mee bevriend ben. Waardoor ik in Dubai ook was. Ikon Baba. Shout out naar Ikon Baba. Hij heeft uh, exit tax. En voor de mensen die dat willen doen, je meldt je aan bij hun, hun regelen heel die proces voor jou. En ja, je wordt gewoon gefixt. Iemand Bouw was na nou deze, is hij gewoon virale na het interview. Hij, maar ja. hij, hij, heeft hij, hij regelt extra tax. Hij regelt extra tax. <laughs> en je connect die man gewoon. Ze komen je ophalen met de Rolls Royce op de airport van Dubai. Ze brengen jou naar een paar instanties. Ze regelen jouw residencepas. Ze regelen jouw belasting shit en zo. En je zit gewoon in Dubai. Ik heb Ali Beda ook gemiet. Die is ook met dingen daar bezig. Daar zaten we ook met z'n allen over te praten. Iedereen doet die Tory, man. Ja. En dan, blijf je daar, en dan blijf je daar, maar moet je daar dan zes maanden blijven wonen? Ja, je hebt een paar regeltjes. Ja. Van oké, okay, je moet minimaal zes maanden per jaar daar zijn om die residence ja. te doen. Maar mensen gaan gewoon daar, ze pakken die stempel. Ze gaan naar Bali, ze gaan naar Thailand. Niemand blijft zes maanden in Dubai. Ja. Als je zes maanden in Dubai blijft, ben je brokkel. <laughs> ja, ja, maar het zo duur, daar? Het is wel echt fucking duur. Ik ben er zelf 2,5 maand geweest. Ja. Maar ja, bij mij is het zo, mijn mindset is sowieso veranderd. Van, ja. Ik kom altijd met mijn money bakken. Ja. Dus als ik ergens ga, daarvoor ben ik e-commerce gaan doen. Ik weet dat. Ik ga niet daarom alleen maar te spenden, uit eten te gaan en uit te je gaan. Je gaat ook werken. Ik ben gewoon aan het doen tien uur ja. per dag. Ja. En daarna ga ik naar een clubje of naar een restaurantje ja. of noem maar op. Dus terwijl ik aan het eten ben, komt er geld binnen. Dus dat ja. is het verschil. En als, je, en als je uit eten gaat, wat kost daar bijvoorbeeld in een goed restaurant? Waar, wat ga je aftikken? Wat is de... Ik denk dat je gemiddeld wel. Um, ja, de laatste herinnering die ik heb, maar dat is wel dan heel specifiek hoor. Ja. Dat, is dan, uh, dat was Ora ja. Dat zit je voor, die Burj Khalifa, buiten dit dat. Ja. Toen heb ik 1600 euro afgetikt. Kijk, voor... wat heb je gegeten? Goud? Ja, een pissie wel. Zat er zat een pissie goud op. Ja, man. Dus uh, nee, vooral wagyu-vlees. Weet je, wagyu-voorgerecht, wagyu-hoofdgerecht. 1600 doet, euro, keel Ja, man. Maar, maar met hoeveel mensen was je? Uh, met twee van mijn partners. Oké, was drie. drieën. Uh, je hebt gegeten, bro? Drieën. Nee, je viel wel mee. We hadden daarna gewoon weer een mekkie gechapt. Je, <laughs> je chapt daarna gewoon een mekkie. Je hebt gewoon weer honger na twee, drie uurtjes. Maar het gaat om dat je vroeger niet kon chops voor 1600 Ja, ja euro. Ik, ik voel wat je bedoelt. Ja, boelt. het gaat erom dat ja. je met z'n allen een bakje nasi hebt gedeeld van de Chino, weet je, met ja. die arm in die ei. Ja. En dat je nu dat wel kan doen. En dat je ook weet van, ik heb hier hard voor gewerkt. Ja. Plus, ik heb zo hard gewerkt dat morgen weer 16 barkie binnen is. Dus ja. Fuck it, weet ja. je? Maar we gingen ook naar normale tentjes en dat had ik dus door Ikon Baba geleerd. Van hey bro, ga ook gewoon lekker daar. Ga ook gewoon lekker daar. Een mokro tentje waar je een theetje krijgt. En wat koekjes en harera soepje. Oh, lekker. En ja, dan was je 80 euro kwijt, ja. 100 euro. En um, Turkse ding, weet je? Een paar lachmajoenetjes, uh, Kufte burgers. Ja, ook 60, 70, maar ja, als, je, als je daar minder belasting hoeft te betalen, dan, dan scheelt het. En, ook. Dan, 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 dan ja. kan je het gewoon eens goed daar uitgeven. Wat het voor mij is in Dubai, en vroeger had ik die mindset niet, ik vind gewoon, als je iets wil, moet je harder werken. Het ja. moet jou drijven. Ja. En um, bij mij, en dat zeiden mensen ook, want ik wou heel lang niet naar Dubai hoor, um, maar mensen zeiden me van, gee, ga daarheen, je mindset gaat veranderen. En dat is ook echt gebeurd, weet je? Ik zou vroeger denken van ja. Uh, Uber is 40 euro. Als ik zelf rijd, denk ik misschien 15 euro. En dan hou ja. ik 15 euro over. Weet je wat ik bedoel? Ja. Maar daar zet het je wel van. Of je gaat brook, of je zet iets fucking goeds op. Ja. Zodat je nooit meer brook gaat en dat je ook zo kan leven. Ja. En dat, dat je standaard wordt. En ik wilde voor mijzelf, voor mijn ouders, voor mijn partners, dat dat onze standaard ja. werd. En dat is het ook geworden. Vet. Ik heb voor het eerst in een osso van 9 doeso geslapen. Uh, een osso van 9 doeso, <laughs> ja, maar gewoon, gewoon huur. Per maand, ja. Gewoon bang, 9 doeso. Bovenste verdieping, gekste uitzicht. En ja. vijf jaar geleden, als je me zou vragen: van osso van 9 kop, ik zou je uitlachen. Ik zou je zeggen: van Va, maar, maar bro, maar je beseft ook na, na deze podcast dat vrouwen je DM's gaan slijden van. Mag ik mevrouw Good Vibes worden? Want, hoe, hoe, <laughs> want jij zegt, ja maar ons zo ik chill hier. Het klinkt voor, voor heel veel uh, vrouwen, klinkt wel als een droom bedoel, Je hebt je zaken goed op orde. Je bent een goede vader voor je kind Heb ik zelf gezien met mijn eigen ogen. De mm -hmm. liefdevolle guy. Bro, je bent. Uh, is, 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 want dan komt die wedding ring. Het is fijn, man. Ik zeg eerlijk, als je, doet, <laughs> als je doet wat ik doe. Kijk, ik heb mijn. Uh, sinds ik uit mijn depressie kwam. En ik heb mijn focus hierop gezet. Ik ben iemand, als ik mijn pijlen op iets zet. Ik ben niet zomaar van dit naar het leger gegaan. Of van het leger naar dat. Of van ja. dat naar miljoenen met e-commerce. Um, als ik mijn pijlen op iets zet, bestaat niks meer daaromheen. Ja. Ik ben gewoon. Ik ben nu in een podcast met jou, er is niks meer daaromheen. Uh, dadelijk ben ik met mijn webshop bezig. Niks daaromheen. Ben ja. ik aan het coachen? Niks daaromheen. En een vrouw wil aandacht. Een vrouw wil aandacht. Ze wil niet alleen maar dure, leuke spelletjes. Dat is ook leuke dingen met je doen. Juist. Ja. En ja, je moet telkens wijken voor wat er komt. Ik kan zomaar hierna gebeld worden: van hé hey man, ik heb een gek idee voor in Amsterdam. Ik zie dat je hier nu bent. Laten we het bespreken. Ik zou misschien uit eten gaan met haar. Maar ik zeg: Schat, we gaan morgen wel uit eten. Ik heb een gekke deal hier. Ja. Waar ik misschien weer een millie uit kan slaan. Ja. Ik ga daar eerst even naartoe. En je moet echt een vrouw vinden die dat kan slikken. Weet ja. je? Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik heb een relatie gehad van acht maanden. Ja. Dat ik echt. Sugar Daddy vibes was. Van hé, hey, stop met werk, uh, ik ben je salaris. Oh, ik ga cura. Hier heb je ticket. Hey, deze villa, noem maar op. En na acht maanden zei ze van, uh, I'm living your life, I'm living your dream. Ik zeg ja, yeah, but you're living it fucking good, weet je? Ja. je, je, je komt niks tekort. Maar ze zei ja, ik kom jou tekort, man. En ze is gewoon Tjalla gaan. Een dus, nou, goede vrouw. Ja. ja. Omdat als je erover nadenkt, want je hebt, ze die gewoon denken. Zo hier, en dan gaan ze met de tuinman. Of ik kan ook. Kut op ja, 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 dus, ja. het, het zegt heel wat over haar. Ik dat moest ze ook zegt... weer groeien hoor. Daarin in. het begin was ik boos en dacht ik van wat? Ik zorg dat je niet meer hoeft te werken. Ja. Ik zet je op de mooiste plekken. Je Jeel de dag in de, lig je in de zon, ja. totdat ik was klaar bij ben. Jou gewoon. Ja. Maar ze wou dat. En ik kon toen. Het is een grijmoed waar je in zit. De gilly ja. van twee jaar geleden, de gilly van één jaar geleden en de gilly van nu. Dat zijn drie hele andere Gilly's. Want die eerste zit nog te grinden voor zijn ton. Die tweede heeft een miljoen gemaakt. Die derde guy heeft al een paar M. Dus dan denk je ook ja. heel anders. En dan zit je ook heel anders in je tijd. Ja. Nu zou je gewoon zeggen: hey, Ik neem drie dagen vrij. Mijn team regelt het wel. Toen had ik niet eens een team. Ja. Dus ja. Maar, maar nu, ben je wel, nu heb je er ruimte voor. Ik heb er wel ruimte voor. Alleen nu is het grootste probleem de mindset-ding, man. Want ja. heel veel mensen begrijpen me gewoon niet. Ja. Als jij wel door die stron ben gegaan. Als jij wel naar al die meetings en die events en noem maar op bent gegaan. Als jij wel die boeken hebt gelezen. Je hoeft niet iemand te hebben die dat ook heeft gedaan. Ja. Maar nogmaals, ik begrijp hun wel. Als hun klaag over hun 9 tot 5 en dat de tram te vol zat en uh, dat alles te duur is. Mij hoor je niet, Bari op hun. Maar als ze mij horen van, hé, hey, ja, ik wil misschien uh, first class naar Bali vliegen. Ja. Oh, ja, first class. Dus ja, hun. Ja. Ja. Switch je zelf niet, dus het is heel moeilijk om iemand te, te vinden die accepteert hoe jij bent, snap je? Want je bent gewoon eigenlijk een alien. 99% van de mensen lopen gewoon in zo'n Matrix wieletje. en jij bent daaruit gekomen. En heel veel mensen begrijpen je gewoon. Je ja. wil Dat wel iemand hebben die jou begrijpt, of die hetzelfde doet als wat je doet. Nou, dat is dus ook is al een paar leuk. keer fout gegaan. Want oh, oh, ja, eh? dat heb ik ook al geprobeerd. En uh, ja, diegene, wat, wat was het probleem dan? Ik ben gewoon zo, als ik morgen denk, hey, ik wil naar Hawaii met jou. Yeah. Dan pak je bagga en we gaan naar Hawaii. Yeah. Maar ja, zij had ook haar dingen. En dan, ja, vind je mijn dingen niet belangrijker? Oh, en dan kreeg je dat weer. En dan moest ik alleen naar Hawaii. Ja, what the fuck ga ik in mijn eentje op Malediven of Hawaii doen? Snap je? Dus ja, het is eigenlijk. Uh, het is moeilijk hoor. Het is heel moeilijk. Het is allemaal balans vinden. Ja, het is moeilijk. En ik ben er eigenlijk niet echt zo mee bezig. Ja. Ik heb zoiets van: joh, als het komt, dan komt het. Ja. En ik weet wat ik te bieden heb. Ik weet wat ik waard ben. En um, het gaat wel een keer komen, maar ik ben niet meer voor: oh, daten. Of dit. En ja. dan krijg ik wel DM's of wat dan ook, weet je. Ja. Maar ja, je wordt ook natuurlijk een beetje voorzichtig. Want ja, ja net als zo'n podcast, mensen gaan gewoon weten wat je hebt, wat je doet. Ja. Maar ik ben ook niet achterlijk. Ja. Snap je wat ik bedoel? Juist. Ja, je ziet al heel snel wie de gold digger is. Ja, ja, je hebt dat gelijk door. En sommigen willen dat natuurlijk een beetje verbergen in het begin. Van, oh nee, het maakt niet uit. Als we maar samen zijn, maar later zie je toch wel van: hé, hey, toch, ik wil die bagger. Oh, of ik wil die dit. types zijn ja, gewoon. Ja, 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 ja. Je hebt van die types, zowel man als vrouw, hè, die ja. doen alsof ze niet geïnteresseerd zijn in wie je bent en wat je hebt. Maar puntje bij paaltje ja. komt de ware aard naar boven. Dan denk je: wie de hel is dit? Ja, Switch gewoon. Een bipolaire actie op je. Ik... Zwaar. Zwaar. Is dat je denk... Maar jij was toch chill? Jij yes. was toch heel cool? Ja, man. Ik, ik had het laatst met een meid. Uh, ze vond dat ik eh, oh ja, merk en dit en business class en Dubai en bla bla bla. Dus ik dacht, oké, okay, ik vraag haar mee op een date naar een pannenkoekhuis <laughs> in een bos. Ja, ja. Ik zeg gaan we pannenkoeken eten, wijntje drinken, gaan we een boswandeling maken. Ja, en wat denk je wel niet? Pannenkoekenhuis, dit, dat. Wie denk je wel niet dat ik ben? Terwijl ik dacht van ja, als ik haar ga zeggen Colga Harbour Club of wat dan ook. Ja. Dan gaat ze het weer ja. flashy flashy vinden. Ja. En denken dat ik op haar indruk wil maken met, met Harbour Club. Dus ik dacht, hé, hey, pannenkoekenhuis. Ja. Wat is daar mis mee? Ik ja. heb lang niet gedateerd Ik weet niet wat de fuck normaal is of niet. Maar ik dacht, ja, je weet toch, chappen, pannenkoekie. Daar ja. drink twee wijntjes, we gaan wakken. Maar dat was dus ook niet goed. Ook niet dus goed. ja, wat is goed, bruik? Ja, nee, ik weet niet meer. Ik, ik denk zo dat je altijd gewoon dicht bij jezelf moet blijven en gewoon ja. moet doen wat, wat jij fijn vindt. 100%. Ja, man. Mijn, 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 mijn vriendin bijvoorbeeld die zegt: Wil ik iets kopen? zegt ze: Nee, hoeft niet. En ik zeg: Huh? Echt waar? Ja. Nee, hoeft niet. Het is gewoon serieus. Bewaar je geld. Doe, doe je andere dingen. Je wilt toch een beetje. Koop een nieuwe je wilt toch een camera kopen. Koop dat. Ik vind dat sexy, man. Ja, dat, ik, ook, ja. ik zeg heel eerlijk, zeg maar. Uh, soms zeggen mensen van, hé, maar wat is dat ding met haar dan? Wat, is, wat maakt haar bijzonder? Het feit dat ze geduld heeft met mij. Ik ben een moeilijke guy. Ik ben heel erg met mijn dromen bezig. Uh, ik ben heel vaak weg. Ik sta vier uur op, ja. ochtends Ik ga die ochtendshow doen van zes tot tien. Een vergadering. Ik doe voice-over hier, zap, dit en dat. Gisteren was ik nog bij Op1. Was ik aan het praten voor Bob Marley. Het was om ja. twa uh, half, half twaalf ben ik dan bijvoorbeeld. en daar ben ik pas om één. E Half één, één uur thuis, vier uur gaat de wekker weer, dat soort dingen. Ik heb die podcast studio. Er uh, staan dus heel veel dingen. Dus als vrouw zijnde moet je met al die dingen mee om kunnen gaan. En ik ben niet perfect. Mm -hmm. dat, dat, dat weet mijn vriendin ook. Maar zij zegt: Als ik met de perfecte guy zou willen zijn, dan zou ik niet met jou zijn. Ik ben met jou omdat jij vanuit je hart leeft. Je bent de meest pure en echte persoon ooit. Oh, jij geeft altijd aan: I'm not perfect. Je bent de work in progress. Maar ze zegt, hoe jij liefdevol bent aan mij en mijn zoontje. En hoe ik jou zie met de mensen om je heen. Met je broertje en met je, met je zoon. Dat je alles doet om Elijah te zien. En, en, en weet je, dus ze zegt... En iedereen zal een mening over jou kunnen hebben. Maar dat hebben mensen altijd. En dat soort dingen, dat, dat vind ik wel lief. Ja, ja, is snap je? Ik, ja, snap bro. Ja, en je ik, heb, ik heb verschillende vrouwen in mijn leven gehad. En uh, een paar waar ik ook veel van heb geleerd. Maar sommigen, die wilden me altijd veranderen. Snap je, die Stap willen van. Bedoel. Eigenlijk wil ik. Dus ik vind. Dus ze gaan met het gevoel dat ze mij wilden van. Hé, je bent goed zo. Maar langzamerhand. ja gaan ja, ze een ja, beetje ja, kneden. Ja, ja. Ik ken die ik ken, ja. die, ik ken die, ik ken die. Ja, man. Na zes maanden vroeg eentje of ik mijn gouden tanden eruit wil. Oh, <laughs> Na zes maanden, weet je? Eerst zes maanden even een beetje dingen. Uh, lobby, Dobby. En toen van. Ja, kan je, kan je die gouden tanden niet weghalen? Nee, nee. Nee, je bent op mij gekomen met dat. En ja. nu weer je ze je Dat is hetzelfde als je een meid meet met om make-up. En dan na een ja. jaar ga je zeggen: van, hey, heter, Ik wil ja. dat je make-up loos wakker. Dat moeten mensen know. leren accepteren, man. Ja, ik denk man. dat we in deze wereld te veel bezig zijn met. We willen mensen veranderen naar wat wij in ons hoofd hebben. Wie zegt dat wat jij in je hoofd hebt perfect is? Ja, man. Als jij een persoon leuk vindt op basis van wat je ziet en de gesprekken en het klikt La, leer, kijk dat is ook zo'n ding hè. echte liefde is ook iemand in zijn of haar waarde laten, Klap. het is ook houden van de minder leuke kanten want als jij denkt van oh ik heb een vriendin, het is allemaal leuk en aardig bro dat is een illusie, oh ik heb een vriend uh, het is allemaal perfect bro, dat is onzin waarom denk je dat de mensen die het langst bij elkaar blijven, die zijn in staat om dat soort dingen van elkaar uh, te onderscheiden. Mensen vonden het gek toen Beyonce bij Jay Z bleef. Maar je weet niet wat verband zij hebben. Wat ze hebben doorstaan. Wat ja, ze je hebben Ja, je weet niet. Ik bedoel, of dat David Beckham toen. Weet je, dat mensen, ik weet nog dat toen David Beckham toen met Rebecca losging. Ze zeiden: Hoe kan je dat doen? Dit dat? Maar je weet niet, niet om het goed te praten, maar ik vond gangster dat Victoria zei. Ja. Ik laat hem nooit. Het is hard. is hard. Ja, Goh, ik, uh, statement, hè? Goh. Ik moet het nog meemaken. Maar ik zie het met mijn ouders ook. Weet je, mijn ouders zijn 35 jaar bij elkaar. Ja. En dan kijk ik ook en dan denk ik: van keel, 35 jaar. Ja, toch, we redden zes maanden niet eens met ja. iemand voordat ja. we helemaal bief zijn. een andere generatie. Maar het is ook, het is ook ja, wat je intentie toen, is. Wat, 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 wil, wat wil, je? Wil, je, wil je? Wil je met me blijven zolang het leuk is? Wil je, wil je met de hype meegaan? Ja, die rijdt door die shit, weet je? Ja. Ik denk dat iedereen wel een. En wij, bijvoorbeeld, wat jij net benoemd, dat is iets fucking moois. En dat geeft, denk ik, jezelf heel veel kracht. Maar ook wel ja. onzekerheid, denk ik, af en toe. Ja. Dat je denkt van: fuck, her, ik ben er nooit. Ik doe niet echt ja, maar, alles wat ik moet doen. En nog onzeker. is ze er. Weet je. Ja, maar heel veel. Ik zeg ook, ik ga hoor. heel veel. Maar daarom, als zij mij iets vragen, ik fix het gewoon. En uh, ze vragen me bijna nooit iets. Mm -hmm. En ik heb altijd, dat heb ik altijd in mijn leven gehad, dat, dat vrouwen altijd dingen voor mij. En het is, niet, het is niet erg, want wij mannen willen ook iets van. Snap je? Dus dat is het niet. Maar het is meer van. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik altijd iemand anders moet zijn binnen de relatie. Uh, in life. Weet je, ik heb ook bepaalde vrienden gehad die mij bepaalde. Weet je, van hé hey bro, ga even mee, man. Ga even mee, mee, roken of zo. Ja, ja, ja. Nee, maar hoeft niet. Ja, maar bro, je bent saai, man. Ja, ja, ja. Groepjes dus ja. drukken om mij een bepaalde. Weet je, dus, dus ik heb altijd mezelf zo gezet van ik doe gewoon mijn ding. En ik ben altijd liever ga ik linksaf dan dat ik iedereen volg die rechtsaf gaat. Same. Ben, dat dus dan doet het maar langer. Ja, ja, maar ik wil ja. altijd zeg maar, eerlijk met mezelf zijn. Yes, ik ben super, altijd super. in work in progress. Weet je wat ik zeg? Ik zit ook in therapie. Ik werk aan mezelf. Dus het is niet van, oh, I'm good. Nee, je, je sleutelt ook aan jezelf. Therapie is belangrijk. Weet je, ook met jezelf. Maar ook zeg maar, als je iemand vindt, kijk, mijn therapeut. Ik kan gewoon met die guy uh, lachen. Want hij zegt, zo, so, wat voor gekkigheid is er weer. Ja, dan, ja, ja, ja. Als je dat ja. Ziet. Maar ik ga nu elke week gewoon met die man. En dan gewoon praten. Soms is het gewoon. Wat ik chill vind aan een therapeut is. Je betaalt hem. Uh, en hij heeft geen belangen om te roddelen. Ja, het is gewoon. je drop it there. And... Ja, wow. want ik heb vaak gemerkt in het leven. dat soms neem je mensen in vertrouwen. En wanneer die mensen pijn hebben. of een ego. of ze zijn afgewezen. dan zijn ze in staat ook. om jouw waarheid. of waarheden te verdraaien en tegenwoordig leef je in een social media tijd, waarbij mensen van alles kunnen verzinnen en dingen kunnen delen en dingen... dus je denkt, wauw, zo eng man. Ja, man. en het maakt me paranoid, want ik denk van, damn man, ik zou willen dat ik gewoon soms gewoon, me... dat ik gewoon Het zou niet zo moeten zijn. inderdaad. Ja. maar dat iemand het op je kan back dingen zo. Ja. ja zeker. ik snap wat je bedoelt. ik snap wat je bedoelt. weet je, dus voor jou is, is is ook zo, van als je iemand wil vinden, dat je denkt... Je moet tien keer nadenken. Je moet over alles, sowieso. Alles wat ik doe de laatste twee jaar ja. is gewoon heel bedacht. Ja, dat is gewoon zo. Maar dat vind ik tof als je mensen tegenkomt van het gewoon connect. En dat je weet van, je hoeft niks van elkaar. Want het connect ja, gewoon. we wij elkaar uh, leren kennen. Ja, was ook puur. Ja, ja ik dat is wat bedoel? echt puur. En, en, dat, en uh, dat heb ik niet vaak. Want vaak heb je van, dat ik mensen al moet ik van, oh ja. Ja, ja. ja. ja ah, even okay. iets, iets. Ah, ja, het een... En je bent niet gek natuurlijk. Ik, zelf, ja. Je hebt er ervaring mee. Ja. Ik heb dat ook, weet je. Ja. Hoeveel mensen willen nu een koffie met ja. mij gaan drinken? Of ja. een bierje en dit, dat. Ik weet gewoon, dat gaat niet om dat ja. het hoe gezellig het vroeger was. Ja. Of wat dan ook. Jij wil gewoon iets. En tenzij die persoon, want kijk, als je business doet, kijk ook zeg van. Tenzij die persoon ook iets brengt, dan is het beneficial maar voor, voor de mensen. Dus stel, stel Ronaldo en Messi gaan aan tafel zitten praten. Dan denk ik, oh, ze hebben. Maar, het zijn allebei cool. Het ja. zijn allebei hun ding. Ah, laten we samen een voetbalteam opzetten, sommige zin Marketing iets. Marketingwise, ja, it would work, Dat is dope. omdat ze allebei hun ding hebben, dus dan komen ze bij elkaar en, en ze weten het. Ja. Maar niet de ene is, zeg maar, gewoon uh, die, die, die doet klantenwijk. Zouden ja, dan alle is... mensen die klantenwijk doen. Maar de ene doet klantenwijk. En de andere is zeg maar de grootste ondernemer. En die andere guy zegt. Kil, je moet me helpen. Ja, maar ja, dat is anders. Iemand moet iets, dat moeten we ook afleren. Mijn fijnste chillings zijn gewoon inderdaad met mensen die dat we weten dat we elkaar niks van elkaar nodig hebben. Ja. Want dat is gewoon puur dan. Weet je, ja. ik heb in Dubai dat ook met een paar mensen gehad. Uh, die ikon Baba die ik noemde bijvoorbeeld, we hebben elkaar totaal niet nodig. Ja. Gewoon totaal niet. Dus als wij chillen, we praten wel over dingen die voorbij komen, we hebben ja. wat ideetjes, noem maar op. Ja. Maar je voelt gewoon niet van hé, hey, ik geef jou A, jij geeft mij B ja. en ja, C. Dat. They, en dat is gewoon puur en dat kom je niet bij veel mensen ja. tegen ik heb zelfs met mensen die welvarender en meer stacks dan mij hadden ja. dat ik alsnog zag dat ze iets uit mij wilden halen of ja. wat dan ook, en dat voel je meteen bro, ik kom van Strati ik zie recht door je heen gewoon die e-commerce game is bijna hetzelfde te vergelijken met de drugs game, ja. weet je alleen daar hebben ze pakjes aan en stropdasjes ja. en uh, ja. loafers ja. maar uh, je ziet, je prikt daar gewoon doorheen maar de mooiste dingen, jij geeft het voorbeeld van Curaçao wij zagen elkaar daar ja, ik had niet zoiets van, oh ik wil op de radio of dit, dat. En jij ja. had niet zoiets van, oh ik wil een webshop of bla bla. Ja. En we hebben daar gewoon, volgens mij hebben we zeven uur lang in ja, zo'n kabanatje ja. gezeten. En gewoon zitten real talk. Ja, man. Man. En daarna was het gewoon super chill weer weg. En ja. die ding voel je wel. En daarom ja. ben ik ook een beetje asociaal geworden. Weet je Omdat ik gewoon geen zin meer heb in dat soort shit, man. Ja, man. Ik zeg je gewoon eerlijk. Ja. Ik heb er echt geen zin meer in. Daarom, riel. Ja, Stop. maar hé, hey, riele dat, dat. Reale, <laughs> Ik, ik tak je gewoon, ik zeg gewoon ja. hoe het is. En mensen weten ook. En dan gaan ze je weer arrogant noemen. Van ja. oh, he, Mr. Good Vibes heeft nu money, dus hij wil niet meer even een drankje komen doen. Nee, nee, nee. Ik heb geen zin om naar jouw koude gezeik te luisteren waar je niks mee doet en waar we niet verder mee komen. Kom met ja. iets bons. Weet je, kom met iets positiefs. Ik ben iemand, ik denk alleen maar in oplossingen. Ja. Alleen maar in oplossingen. Ja. En die mensen. De 99% van deze fucking bevolking hier... denkt alleen maar in problemen. Ja. En ze hebben ook niet geleerd hoe ze in oplossingen ja. moeten denken. Ja. Dat leer je niet op school. Dat leer ja. je nergens. Weet je, dus... Ja, dat is voor iemand die dan wel dat heeft gedaan... heel fucking moeilijk, ja. zeg je eerlijk. Ik kon eerst niet eens met mijn ouders omgaan. Want mijn ouders, ja bro, en waren van... Hè, eten bewaren, drie dagen van eten... Uh, overal naar de prijs kijken... Bepaalde dingen konden we niet delen, want als ik zeg, ja, ik heb voor negen kop een osso weet je wat je daarmee had kunnen doen? Ja. Maar nu zijn ja. ze van, ay Flexie, ja, toch? Lekker, ja. hoe was het daar? Dus ze ja. gaan niet meer. Dus nu kan ik met hun ja. communiceren, nu kan ik het met hun delen. Maar daarvoor deed ik dat ook niet. Ja. Want ja, dan nam ik mijn ma voor mij was bijvoorbeeld een mijlpaal, dat was de eerste keer dat ik een beetje doekhoud had gemaakt. Ik moest naar Aqua Asia ja. en ik moest die Mobicep Kreeft hebben. Ja. Ik moest hem hebben, Kreeft, dit, dat. Ik, ja. ik zag die man altijd, die kreeft chappen. En ik moest dat doen en ik was jarig en dat was mijn eerste move. Van, ik had acht mensen uitgenodigd, ja. kinderen van mijn zus, mijn kleine, mijn moeder en vader, zo papa. Uh, Vrienden had ik toen de tijd en ik zei van neem alles wat je wil, weet je, toch? Neem die mobicipkreef, neem wagyu. Wat hadden nooit wagyu voor bro. Ja. En uh, ja, mijn moeder, uh, doe maar. Uh, Brood, weet je toch? <laughs> <laughs> Ze deed een gewoon. Ze deed soep met brille. En mijn pa, ja, doe maar gegrilde kipfilet. En iedereen deed heel netjes, netjes. Weet je wel, colaatje delen en zo. Ik yeah, yeah. zeg, nou man, vandaag niet. Je weet toch, ik yeah. heb echt gestreden. Ik heb een theetje gemaakt. Yeah. Ik ben jarig. Ik wil gewoon yeah. dat iedereen gewoon neemt wat hij wil. En yeah. daarna hebben we de regel gemaakt dat niemand meer naar de prijslijst... Als ik zie iemand kijkt naar de prijslijst, ga maar loeso. Niet met ja. mij meekomen nu dan. Ja. Want het fokt mij op. Weet ja. je, het is niet ja. meer wat ik doe. En dan moet je gewoon respecteren. Ja, maar. Snap je? Van. Dus, maar een soep met. Uh... Ja, jongens. ze ja. doet het soms nog steeds. Love ja, love for mama, sowieso. <laughs> ze bedoelt het goed. Ze zegt, je werkt zo hard. En dan ga ik dat opeten van jou, weet je. Ik zeg, maat, zonder jou was ik niet hier. Ja. Je verdient het, weet je. Chop ja. het. En dan eet ze onmischattig die wagyu. En dan zegt ze: van, Oh, je hebt gelijk. Je hoeft echt niet veel te kauwen, weet je. Het smelt gewoon je mond. En ik wil gewoon dat ze die dingen ervaren. Leuk, man. Al, ja, toch, toen ik solo die wagyu aan het eten was, dacht ik: Ja, vakken. Hun zitten thuis rijst bruine bonen met kip te eten. Niks mis mee. Fuck in ja. spang. Maar ik wil ook een keer met, netjes met mijn pinkie omhoog weten hoe die, hoe die Sunny is. Yeah. En ik heb het gedaan. En hij fucking like het Mooi man. En ik wil het elke dag. Ja. Zeg het je. Ik mis oh, wel man. gewoon broodje carry af en toe. Broodje, en sowieso broodje, broodje bak voor jou bro. Ja bro. In Dubai moet sowieso een ja. kleine toko ja, gaan komen. Ja dat wil ik komen. gewoon daar zetten. Ja. Laat ons sowieso opzetten daar man. Ik ben, wat, ik, wat ik vind. Ik hou echt van die. Ik hou. Eh. Ja, bro man. ik ben die guy. Van, ik wil zo'n zo soort. Zo'n zo, zo kraan. Niet een kraan. Maar zo'n klein winkeltje hebben. Waar je de lekkerste broodjes. En, 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 en zeg maar, gewoon een mix van alles. Want zeg maar, in Nederland heb je zo'n smeltkroes ja, zeg maar ja, al die ja, culturen, ja. toch? Gewoon, dat, gewoon je, dat je gewoon ja. iets Thais kan halen, maar ook iets Surinaams. En nee, maar Dubai heeft alles, wereldkeuken. Maar je kan bijvoorbeeld niet een goede roti chappen daar. Of je kan niet een broodje bakkuyao halen daar. Maar je ja. kan Thais, Indisch, ja. alles heb je. Maar die piecie, ik zei zijn tegen maar van, ja. hey, als je met die bara's komt, ja, ja. nasi kip, ja. bami kip... Um, Bro, we maken gewoon een toko good vibes daar. Man. Ja toch? Dat is gewoon, dat is, gewoon dat is klaar, bro. Dat is klaar. Klarie. Ja man. Dus, alleen, uh, komen we komen naar Dubai met de good vibes dinner. Good vibes. Ja man. Heb nee, ik spullen meegenomen, bro? Vond ja. Je vroeg me al om. Ja. Uh... ja. Even die Mike zitten, man. Oh, sorry. Ik, ja, de, de eerste product waarmee ik dus money heb gemaakt. En waardoor ik ontslag heb genomen. Ja. Die heb ik meegenomen voor jou, ook voor de mensen. En het is gewoon ongelooflijk. Wat ik nu ga laten zien, gaan heel veel mensen zoiets hebben van, keel, hou op met me. En jij denk ik ook. Ja. Um, je mag hem daarna ook houden. Ja, want ik denk dope. dat hij dat doop is voor je als ja. voor je kleine en zo ook. Maar ik denk dat weinig mensen, en het boeit me geen fuck wat mensen denken, ik laat het gewoon zien. Maar ik denk dat weinig mensen gaan geloven van, Kiel, heb je hier meer dan 100.000 euro meegemaakt? En heb je hier door je baan kunnen opzeggen? Oh wow. En laat het zien, het. man. Laat zien. Is er een toertje? Check het. Check het. Hier heb ik meer dan een thee mee geslagen, man. Met trots, gewoon. Wat? Wat is ja, dit? Ja, dit is hem, man. Dit is hem. Dit is gewoon een toilet. Uh... <laughs> ja, man. Dus dit? Gewoon letterlijk hiermee? Dit was mijn escape, man. Dit was mijn escape. Maar hoe, hoe kom je op het idee... Dus je zag dit online en toen dacht jij... Dit is grappig. Ja, ik had, je gaat als, je, hè, als je die skills ontwikkelt en je gaat dingen leren... dan heb je factoren van wat een winnend product is. Ja. Um, lost het een probleem op? Heeft het een wow-factor? Uh, Bestrijdt het een pijnpunt? Hoe ga ik het marketen? Heeft het een hoge perceived value? En ja, ik vond het een wow-factor hebben. ik ging bij mezelf nadenken van hoeveel mensen, ik dacht aan mijn eigen wc-borstel, dacht joh, wanneer heb ik voor het laatst een wc-borstel gehaald of gewisseld of ja. wat dan ook, weet je? en toen dacht ik, weet je wat? een product testen uh, met dropshipping kan je binnen, ik kan nu een product zien, hij staat vanavond online. en morgen heb ik het antwoord. Ja. dus dat deed ik met deze ook. en het antwoord was fucking goed de volgende dag. Ja. En dan ga je opschalen, opschalen, meerdere webshops bouwen in verschillende landen. Ja. Op een gegeven moment verkocht ik die wc borstel in Zweden, in Duitsland, in Noorwegen, in Nederland. En uh, ja, man, dat uh, heeft me netto iets van 70k of zo opgeleverd. En toen zei ik tegen mijn baas: vak van zegt hij wauw, man, ik ben weg. En een maand of is het... Ja, man. En, 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 en wat kostte zo'n ding om te maken dan? De inkoop ervan was. 2,99 euro. En je verkocht ervoor? 34,95. Ja, bro, dat is handel. Dat is handel. Dus, uh... I shit you not om erin te <laughs> blijven. I shit you. Wauw, ja ja dus, uh, Neem maar mee naar Oslo. Ik, ik ga deze ja, Die, man. Uh, die kleine gaat erin. Ja, hem ook leuk die... Maar ja, voor de mensen ook gewoon dit soort shit. Ja, ik kan niet zeggen wat ik nu verkoop, ja. maar het scheelt niet heel veel van dit. Dus dood. En man. Uh, ja, dat is gewoon letterlijk wat, 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 hoe het gaat. Ja, oh, ik zei het toch, ongelooflijk. Ik heb door dat fucking ding ontslag kunnen nemen, gewoon. Ja, ja man. En wat heb je nog meer bij uh... oh, Sorry. Dingen in het verleden waar ik trots op ben. Ja. Ik heb uh, medailles die ik heb gekregen uit uh, mijn missies die ik heb gedraaid. Je hebt ook in het leger gezeten? Ja. Ik heb twee uh, medailles ik heb uh, de bullet die ik daar heb geschoten heb ik bij me maar waar en, was je uh, dan ik kwam missies waar, waar ging je naartoe of mag je dat niet zeggen eh, ze, ik heb... mag niet alles vertellen maar ja. uh, ik ben naar somalië geweest dat was wel mijn heftigste missie daar is die bullet van maar heftig in de zin van je moest Ja, van? gewoon daar heb ik wel gewoon dingen moeten doen oh wow en uh, die andere is uh, counter, is wel grappig is een counter drugs missie dus uh, Atalanta is Somalië. Ja. En die andere die je beter hebt, dat is de counterdrugsmissie. Ja, die gekleurde. De, deze is van Atalanta. Ja. is je hier dan? Daar waren we piraterijmissie. Antipiraterij. Oh, dus je ging dus daar die mensen aanpakken, de piraten. Ja, als er een boot gegijzeld werd, hebben ze zo'n alarmklop. van hé, hey, een piraten. En toen kwam jij op een boot. Dan kwamen wij. Ja. Maar was je een soort zwart of zo? Wat was nee, je? ik was uh, onderofficier onder operationele dienst, operaties. En dat heeft een verschillende taak. Ik moest de radar checken. Ik moest de boot sturen. Ik moest schieten. Uh, je had drie, vier functies. Weet je? Ja, schieten met zo'n... of zo Kijk die bullet, bro. Dat was een punt vijf. Dat was een dat was, een... dat was een... dat was gewoon zo schieten. Hey, dat was wow. geen... Uh... Maar, 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 maar wat je zegt, sommige dingen daar kan je niet over praten. Maar wordt dat gewoon... Word je contractueel... Uh, ja, je hoe werkt dat, zeg maar? Je hebt een soort van... Zwijgplicht, NDA-achtig. Oké. Okay. Ja, je, je hebt dat gewoon. Want, want, want je hebt mensen die hebben dan heel veel. Uh, hoe zeg je dat? Uh, heel veel mensen die het leger ingaan, die komen anders eruit. Klopt. Uh, heb je daar last van gehad of was je daarvoor net te kort, zeg maar? Ik heb niet wat je. Als je bijvoorbeeld zegt van PTSS, uh, ja. dat soort shit. Nee, ik heb wel gewoon mijn dingetjes daar meegemaakt, wat me sterker heeft gemaakt. Ja. Um, ik heb heel veel uh, discipline gekregen. Ja. Discipline on point. Ik kwam als straatjongetje daarin. Dus ja. ja, opeens moest ik rechtstaan. Mijn haren moesten eraf. Ik had haar tot hier. En uh, mijn haren moesten eraf. Ik moest rechtstaan door de modder die, die nieuwe programma. Uh, special Ops. Ja, Special ja Ik moest vastgebonden in het water liggen. Bro, dat is toch bijna marteling, man? Maar waarom ja. doen ze dit zo niet? Ik zou nooit... Luister, als die mensen mij bellen, you gotta bring the bag. A serious bag. Ik vind het tof ik, om, de, om te zien hoe mijn mede-collega's gewoon hun ding doen. Maar bro, ik, ik ben niet gemaakt voordat dat jij mij gaat gek maken. Ja, in mijn maar, hoofd iets over mijn hoofd zetten. Broer, ik, bij mij gaat de dingen zoals je dat zegt. Omdat toen ik in dienst ging. Sowieso mensen om me heen zeiden dat van Gilly, je gaat dit niet halen. Je, weet, je zit alleen maar jonkeltrooken op stukje ja. En ook in mijn mind: hoe de fuck ga ik met een boomstam door de modder heen? Ja, ja. En ik heb in de Noordzee in de winter moeten springen en met de touw eruit. En weet ik voor wat ja. allemaal. Maar ten eerste kan je veel meer dan dat je denkt. Ja, ja. Dat is één. En als je dat ontdekt, geeft dat je ook een bepaalde kracht. Ten tweede. Als je dat allemaal hebt doorstaan, heb je iets gedaan wat allemaal andere mensen niet hebben gedaan of niet zouden kunnen. En dat geeft je ook weer een kracht. Ja. En um, niet dat je je boven, ik heb nooit, mijn vader heeft me zo opgevoed, ik zal mezelf nooit boven anderen voelen. Maar doordat je bepaalde dingen doet die andere mensen niet hebben gedaan, voel je wel een bepaalde van, ai, je weet toch? Ja. Je oont het, ja. zeg maar. Dus ja, ik heb vastgebonden in het water gelegen. Ik heb door die modder gelopen met een boomstam. Tot mijn benen bijna afviel, ook wel opgeven. Ik heb in Soma dingen moeten doen. Ik heb in Zuid-Amerika dingen moeten doen. Maar het heeft me wel gemaakt wie ik nu ben. Ik weet zeker dat ik bepaalde dingen niet had behaald. als ik die skills niet had geleerd. Ja. We, we kunnen sowieso surviven met jou, man. Met al je, ja, je leger ervaring. Zeker, zeker. ook so. wel vette dingen. Maar heb je nog meer bij je? Deze zijn, uh... Het laatste is een gift. Uh, man. Een... Ja, deze is wel raar, hoor. Deze is wel raar. Maar dit is mijn herinnering aan mijn, uh, aan mijn dealertijd, man. De pluisjes zitten er nog in. De pluisjes zitten er nog in? Hier pakte ik kies mee in, man. En dan deed ik ze zo met stofzuiger. Zo... En dan... Hoeveel uh... ging dus je hoeven, 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 hoeven hierin? Hier was wel een kilo in. Een kilo. En ja. wat is een kilo waard? Uh, van mij was 6.000 per kilo. Dus als deze vol is? Ja. 6.000. En hoeveel per dag? Uh... Nee, dat duurt wel even. Ja. Uh, ja, één oogst duurt acht weken. En dan om de acht weken kan je oogsten. Moet nog even drogen. Ik zag altijd dat ik wel echt goede shit had. Ja. En dan lag het eraan dat ik misschien drie kilo om de zoveel. Oogsten. Ja. Dus ja, soms spotte je het op. En ja, ik deed daarna mijn eigen hash maken. Dus die afval van de wiet die ik had... Maakte Dat zo kom, maak je hash. maakte Maak je Ik weet van. helemaal niks van drugs, maar ik leer nu al iets. Dus nee, zeg maar, ja. de afval van wiet is dus hash Ja, dus zeg maar, de wiet heeft van die witte... Ja, laten we zeggen suikerballetjes. Ja? Dat zijn de pollen. Een hash wordt gemaakt van samengeknepen pollen. Ah. Nou, de beste hash komt uit Marokko. Dan doen ze dus al die wietplanten. Ze maken niet eens wiet in Marokko. Ze zetten al die wietplanten op een trommel. Ja. Daar slaan ze op. Die pollen vallen naar beneden. En die gaan ze kneden. En dan krijg je die bruine, zachte hash. En ik had een andere manier van wiet maken: met ijs. Dus je moest die wiet in een bad met ijs leggen. Die pollen kwamen los. En daarna moest ik die hash laten drogen, versnijden. Dat was echt Breaking Bad shit gewoon. Ja. En als dat dan droog genoeg was, moest ik dat warm persen. En dan had ik blokkage. Ja. Het is gewoon een hele dus. En, 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 ook, en want, want soms hoor je ook dat mensen van die. die. die, die uh, dat ze zelf wiet gaan telen en zo. Dan gaan ze alles aftappen en veranderen en zo. Ja. Is het, is, is, zijn dat soort dingen nog steeds winstgevend? Ja, mensen. Ja? Ik ben heel blij dat ik eruit ben. Ik heb net wat ik zeg, ik heb mijn laatste banga vier, vijf jaar geleden verkocht. Ja. Daarna heb ik mijn tent, mijn lampen. Ik heb alles afgesloten. Daar ja. praat ik er ook over. Ja, ja. ja, dat dus, ja, is uh, met pensioen. Hé, ik hou retire. Nee, maar er zijn niet veel mensen die hierover kunnen praten. Omdat ja, je zit er gewoon nog in, natuurlijk. En er zitten veel mensen. Ik heb ook veel mensen laten stoppen met dit. En gewoon een online business laten starten. Ja. Zij zeiden van hey, Gilly, als jij dat kan, dan kan ik dat ook. Ik zei oké, okay, maar. Dan moet je wel alles achterlaten. Yeah. Ga geen halve werk met je. Yeah. En dat hebben ze gedaan. En een paar zijn nu. Uh, ik coach nu een guy die twee maanden geleden vrijgekomen is. Oh, hey, nice. Hij volgde mij uit Jilla. <laughs> en hij zei: Yo, ik wil doen wat jij doet, man. Ik voel jou, al die guys die voorbij komen. Geen yeah. connectie met hun. Ik voel jou, ik voel jouw verhaal. Ik zeg: Bro, als jij ervoor gaat, ga ik er ook voor. Oh, en uh, binnen een maand webshop gebouwd, producten erin. En ja, eerste sale, dit, dat. Leuk, man. Tof, ik vind het ook, man. Shout out aan ja. iedereen die locked op zit. En die met positiviteit eruit komt. Dat is moeilijk, dat, 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 hoor. Dat checken je gewoon, man. Dat is moeilijk. Het ja. is echt uh, wauw, man. Dus uh, ja, man. Dat, uh, nee, dat waren mijn dingen. Dus ja, dit leger was heel belangrijk voor mij. Ja. Die wc-borstel was heel belangrijk voor mij. En ja, dit was eigenlijk de realiteit van mijn leven heel lang. En dat zou het ook blijven als ik niet die money had gemaakt. Want ja. een maandsalaris per maand was nooit genoeg voor mij. Ja. Ik ben een guy geweest die altijd voor zijn ouders heb willen zorgen. Iedereen goed heb willen zetten. Yeah. En ik denk dat heel veel mensen dat willen. Yeah. Alleen willen is niet genoeg. Yeah. Dus ja, hoe ga je dat oplossen? Je gaat een beetje hosselen daarnaast. Uh, ja, ik, had mijn, ik had een hele goede baan en ik had de fucking kwekerij. Niemand yeah. wist dat bijna. Yeah. Voordat ik naar mijn ochtenddienst ging, ging ik mijn plantjes onderdompelen. Weet je? En dan <laughs> ging ik weer uitluchten en dan ging ik weer naar werk. En na mijn werk moest ik weer de lampen dit dat. dus wow. Ja, dat was gewoon mijn liby. Niemand wist dat bijna. Een tweede en, leven heb je gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar met dat geld deed ik tanken. Deed ik uit eten. Deed ik mijn dingen. En met mijn loon. Ja, hypotheek. Bab, 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 alles ging eraf. Ja. Klaar. Met de loon blijf je gewoon in een ding. En je moet daar wel bovenuit stijgen. Ja. Alleen de manier waarop je dat doet. Ja, dat kan van alles zijn. Ja. Ja, toch? Real talk, man. Ik denk dat mensen je nog nooit zo hebben gesproken. Nee, ik denk het ook niet. Man. Je weet, als je hier komt zitten, bro. Het is anders, man. Ja, nee, man. Nee, je had het al gezegd. Inderdaad. En ik vind ook wel... De mensen moeten het ook wel horen, weet je. Dat is de reden waarom ik met mijn Instagram ben begonnen. Um, dat was in 2018, ja. really good vibes. En mijn Instagram bestond helemaal niet uit e-commerce of webshop. Ik zei gewoon, bro, ga leven. Jij toch, ga leven. Wees gelukkig. Werk ja. aan jezelf. Leven is veel te kort. Ik heb het letterlijk meegemaakt. Binnen zes weken, bam, was iemand weg. En dat was eigenlijk mijn boodschap, man. Van, ja. yo, ga gewoon gelukkig zijn. Ik, je zag mij gewoon dansen. Je zag me yeah. gewoon solo op het strand. Yeah. Good vibes. En yeah. later heb ik ook laten zien van... Hey, fuck die deal shit. Fuck die straat die shit. Kijk hier, ik maak een douche per dag met mijn telefoon. Ik zit gewoon bij de bar tories te doen. En daarna word ik betaald. Weet je? Dus ja, ja en als je daarmee mensen kan inspireren. It's a beautiful en thing, man. Mensen de andere weg kan laten zien. Weet je, je krijgt DM van... Hey, Gillyman, thanks voor dit. Weet je, je hebt me echt laten zien dat anders kan. Of nu ik 80 dagen clean ben. Ik post elke dag hoeveel dagen ik clean ben. Nou, vandaag post ik, yo, ADD is clean. Een guy, hij stuurt me gewoon, Pika, dat hij alles heeft weggegooid. Of uh, dat hij nu twee weken clean is. Dus ja, als je een platform hebt, gebruik het goed, weet je. Ja, daarom is het ook real talk, man. Ja. Gewoon echte verhalen, echte gesprekken. Honderd. Volg het, like het, subscribe. Dit is de plek waar je de meest originele gesprekken gaat voeren en horen. Sorry. Dat is gewoon real. En als je niet gelooft, kijk maar naar de andere. Ga maar checken. Klik willekeurig ja, okay. op een conversation. En ga maar... En ga kijken of je niet geprikkeld raakt door een van de verhalen. Ik bedoel, je hebt ook een paar uh, gecheckt. Welke is jou bijgebleven? Ik vond vooral die. Uh, ik heb ze zo, bro, gisteren ben ik helemaal losgegaan. Maar die van Nas, vond ik goed. Oh ja, ja. Die van Nas vond ik hard. Ja. Uh, die van Jalal ja. vond ik ook wel hard en uh, ja, een paar van mijn broeders natuurlijk Jan Dino ook en ja, ja veel, eigenlijk allemaal man ja man, je, hoort het, allemaal. je hoort het hè je hoort het gasten kijken ook naar andere ja. gasten nee zeker. dat is wild het hard moet. baby ja, ja ik ben er uh, trots op man het is met heel veel liefde dus als jij nu zeg maar de platform groter maakt want dit wordt alleen maar groot door jou door jullie dus als je dit groter wil maken als je meer wil leren van andermans fouten of niet eens fouten, eigenlijk leer, leermomenten. Want elke fout die je maakt is eigenlijk een leermoment om de volgende keer beter te doen. Dus als je wilt leren en het lukt niet uit een boek of je hebt niemand om je heen die inspirerend is, check gewoon deze podcast. Deel het ook met iemand anders. En waarom zeg ik dat? Als jij een tool eruit kan halen, kan je die tool ook delen met iemand anders die er ook baat bij kan hebben. Wees ja. nieuwsgierig met de content die we hier maken. Deel het ook met anderen. Want als je grappige, rare content gaat ja. delen, iemand maakt een blunder en het wordt gedeeld. Maar iets wat inhoudelijk is, ja, wil je niet delen, maar dan zeg je wel: Ik heb je podcast gezien. Ja, ja, maar ja, heb je het gedeeld? Ja, ja. Heb je het gelijk? Nee! Oké, okay, luister, het is belangrijk. If you want this movement to become bigger, je vindt het tof wat ik doe, want ik doe het in mijn vrije tijd, laten we gewoon het kanaal groter maken. En dan ga ik, ik beloof je, dan ga ik ook nog meer internationale interviews doen. Maar dan ga ik ook naar het buitenland, hè? Dus, hé, hey. en ik praat niet, hè? Dus, jongens, ik praat niet stoer. Dus, laten we eerlijk zijn, I don't talk. Als je mijn resume checkt en wat ik heb gedaan. Ik heb ze allemaal geïnterviewd. 50 Cent, Rihanna, Chris Brown, Daddy Yankee, uh, J Balvin, Nicky Jam. De uh, biggest artists. De lijst gaat maar door, door en door en door en door. Maar, wanneer het kanaal groter wordt, dan wil ik ook met het kanaal gaan reizen. Oké? Okay? Dus nu reis ik soms individueel dan ga ik gewoon, uh, Ja Rule of whoever, wie ik tegenkom, uh, Shaggy, whatever, die interview ik dan. Maar dan ga ik gewoon letterlijk deze podcast, geloof me dat ik het zeg, hè? Ga ik die podcast meenemen. Naar het buitenland. Keilijk. En dan ga ik series maken in het buitenland. Niemand heeft het nog gedaan. Maar doe het. En ik zeg het. En ik hou me aan mijn woord. Maar laten we dan samenwerken. Laten we het kanaal groter maken. Oké? Okay? Heel tof. Ja. Vergent. Ja man. gelukkig. Dat gaan we doen man. Maar thank you man voor je tijd. Graag gedaan man. Jij ook bedankt. En, uh, ik heb van genoten man. Ik vind het mooi. Je bent een mooi mens. Je bent goed bezig. Die positiviteit is belangrijk. Zodat mensen ook jouw verhaal goed kunnen horen. Op de real talk manier. Thanks voor de invite, sowieso. Was super dope om te doen. Ik hoop dat inderdaad mensen die gewoon also niks aan doen zijn met hun leven, of slechte dingen aan het doen zijn, of depressief zijn, of vastzitten in een kutbaan, dat ze gewoon zoiets hebben van, hé, hey, kijk die fucking wc-borstel daar, kijk deze man, kijk hoe die eruit ziet. Het kan gewoon allemaal, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan, wat je ook hebt meegemaakt. Het is gewoon allemaal mogelijk. Alleen, het begint allemaal bij jezelf. man. Real so, talk, baby. Real Nando talk. links, je Nando. Blessings.